Er wordt zoveel in vraag gesteld dat je eigenlijk na een tijd zoiets hebt: van, ja, waar sta ik nu voor? En waar moet ik nu voor staan? En wat, wat wil ik ik? Wat denk Ho ik? Wat shit. denk ik zelf? <laughs> Welkom bij de 25e aflevering van Discourse met de Boys. Ik zit hier vandaag terug met Arno en mezelf. We gaan, uh, we gaan een nieuwe aflevering inzetten. Hè. We zijn er weer. Aflevering 25. Het is maar eentje weg van aflevering 26, en dan uh, officieel de helft. Dus nog, uh, nog een paar afleveringen te gaan, en dan is het in theorie de koning. Hè. Dus we zitten, we zitten ja. niet... Er is nog ruimte voor meer on track te zitten. Absoluut. <laughs> er zijn ook heel weinig uh, acties ondernomen om naar de koning te gaan. Dus. Maar voordat we beginnen, natuurlijk ah, ja. een chingetje, Voilà, op jullie gezondheid en op een fijne vakantie. Ah, ja, voor iedereen die. Uh, met de... wij, wij gaan nu binnenkort op verlof. Ja, uh, we vertrekken overmorgen. Ik ben, uh, ben benieuwd hoe dat allemaal gaat zitten: met corona of dit of dat, en nu zo'n test. Spannend. Ik uh, ja. ben benieuwd. Ben we benieuwd. zijn uh, niet gevaccineerd, dus we doen het via dat testje. Juste. Maar ja, dat voilà, zal wel goed komen. Hè. Zolang, zolang dat eigenlijk, de zone waar we naartoe gaan, Frankrijk, hens, groen blijft. Dat is de enigste zone waar ik zo'n beetje naartoe ja, kan. Zolang man. dat ze groen blijft, is er geen probleem om terug te komen. Uh, als je moet terugkeren, uit zo'n rode zone. En dan 14 dagen quarantaine van die dingen. Ja, uh, dat is echt... Dat is echt over. Tegenwoordig is het maar 10, dacht ik. Maar uh, dat, is, dat is juist tien, hetzelfde. 10, 14... Maar je ik, dus, ik, ik snap dat... Zo. Het is van, in het buiten. Ik vind, niemand heeft die vraag precies beantwoord. En dat is, um, daar zijn we ineens over bezig, maar als je nu in quarantaine zit dan mocht je hè, uw huis niet buiten, Klopt. letterlijk hè, ze dus nemen dat echt heel letterlijk hè. nu, um, je moet ook nog niet een nieuwe test gaan afleggen dus in theorie moet je eigenlijk wel buiten maar, bon. Maar, um, maar dat is toch zot, want eigenlijk bijvoorbeeld bij mij, stel nu, hè, wij zouden alle twee corona hebben dan, als een van ons het heeft heeft en dan ander het ook, mm. ja, hoe ga ik eten halen? en al die basic dingen, dat is echt, dat is echt zot. Um, ja Daarom dat je zo echt niet buit... aan huis Daarom, zo. ik ben benieuwd ja. hoeveel mensen in quarantaine moesten en die zich daar wel grotendeels aan hebben gehouden. Hij pakt 90 mm -hmm. Maar vindt u ook wel zoiets van, ga ik met boodschappen doen? Ja. <laughs> ja. Ja. Niet iedereen Moet heeft ik nu de... echt thuis zitten en verhongeren en verdorsten. Ah, ja want uw partner en zo gaat ja. u ook altijd hebben hè? Dus ah, eigenlijk is echt wel letterlijk zo van, zitten hier wel. zitten we ja. dan. Ja. Nu, nu gemak... Niet gemakkelijk. En... Niet evident. En dan zo'n klein... Echt letterlijk, letterlijk binnen zitten. Ik denk dat de meeste mensen niet uh, op een mansion wonen met uh, een megatuin. Dus dan is dat echt, wel, uh, echt wel kniezen op zo'n klein kot. Goed. Voilà. Nee, goed. Wat ik uh, misschien even kort wou zeggen... Je hebt gewoon het gesprek afgesloten er niks terug te zeggen. <lacht> ja, <lacht> ik, uh, ja, maar ze wilden. veel veel, veel over te zeggen. Nee, dat is duidelijk. Nee, inderdaad. Um, Amri, gaan we nog een beetje feedback geven ja, ja, over voilà. uh, onze vorige aflevering? Yes. Aflevering 24 met als keitsman van... Lunia. Ja. aflevering met Els, um, heel interessant. Um, dus ik denk, ja, Els heeft zeker haar taak gedaan. Ik um, denk, uh, heel, heel uh, intelligente dame, had heel interessant Ik was echt wel verba ja. positief verbaasd door eigenlijk de, de rol die Unia speelt, echt zo heel erg het faciliterende en niet zozeer het betichtende. Ze dus dus echt... gaf ook een paar keer aan, we verschoten ook wel, van standpunten dat ik nooit had verwacht, dat zij zeiden, ja, dat doen wij ook, of daar doen wij ook aan mee. En we zeggen ook, eh, bijvoorbeeld corona en van die dingen, dat ook niet altijd. Hè? Dus, dus dat is... Ja, uh, uh, zeker. Dan, hè? Maar ik vond, ik vond dat niet super Goed was in die zin en dat heeft enkel he, met, met mij dan te maken, maar ik vond dat we een paar keer ik, wat kansen hebben gemist, omdat voor mij start echt wel een goede discours, als je het dan zo wilt noemen, bij um, wel geïnformeerde mensen. En ik had het gevoel dat we af en toe te ongeïnformeerd waren om voldoende diepgang te kunnen leveren om echt zo tot de core van sommige dingen te komen. Um, en ik, ik heb ook een paar kansen gemist, bijvoorbeeld op een bepaald moment ging het over gedachtenpolitie en dan werd het uh, gebracht eigenlijk over. Um, uh, teruggebracht naar nee, nee, dat is dan vrije meningsuiting. En ik, ik, be... ik heb toen gevolgd omdat ik ja, zelf dan niet scherp genoeg stond. Maar uiteindelijk wat ik bedoelde was, uiteindelijk gaat we wel een soort van gedachtepolitie. Want als je twee mensen hebt waaruit dat je moet kiezen. en de een valt binnen bepaalde discriminatienormen, zeg maar, en de andere niet. En je vindt de ander gewoon leuker, dan zou de andere persoon nog steeds eigenlijk ja, in functie van discriminatie kunnen uh, gaan, gaan werken. En dat is eigenlijk maar daar ook een beetje. het over gehad. Hè? Wat is de intentie? Hij wil voilà, met hen dan, dan kom je ja, heel snel in de greep en zo tuurlijk will, en daar bouw er zal misbruik sowieso gemaakt worden maar Sowieso, dus he, met, da daar wou ik iets meer mee doen, van wat, als er dan twee mensen zijn, hoe, hoe is dan iets wel of niet discriminatie, want als je telkens dan bijvoorbeeld, he, nu even heel standaard de huidskleur, de blanke zou kiezen, als er twee mensen zijn, ja dan, dus het wordt heel gemakkelijk van, he, wanneer mocht je iemand gewoon leuker vinden, en wanneer wordt die discriminatie, die twee, als er twee opties zijn. He, als ja. er één optie maar is, en dat is gewoon top, en dan zeg je nee, ik weiger u voor stomme reden, oké, okay, fijn. maar als, als er twee zijn, dan weigerde er de één persoon niet voor specifieke reden, maar dan neem een de andere persoon aan voor, ja, misschien iets gevoelsmatiger, en dat, daar hebben we niet genoeg op geduwd heb ik het gevoel. Um, en er waren nog zo'n zo paar dingen. Ik heb het hier ook. Eh, Els wilt heel specifiek gelijkheid nastreven. Maar wat is gelijkheid? Is dat 50-50? Is dat in functie van de procentuele verdeling van de bevolking? En stel u dat er 53% vrouwen zijn in, um, in België en 47 mannen, is dan dat gelijkheid? Moeten we dat zien binnen een bepaalde straal? Of nu mee dat iedereen van thuis uit kan werken, moet je een heel België nemen, of moet altijd binnen een straal van 10 km. Dus, wat is dan gelijkheid ook? Ja, als we het dan echt hebben op de werkvloer. Dus, zo van die topics vind ik dat we hebben gemist. En ah, ik neem er echt wel verantwoordelijkheid voor. Ook Bijvoorbeeld, wat zijn de 19 discriminatievormen? Daar hebben we echt wel heel even kunnen kaderen. Dus ik denk, het was zeker geen slechte podcast, maar we hebben kansen gemist. Ik luisterde zelf ook en ik had echt zoiets. Ah, en daar word ik niet per se boos van, maar het is gewoon spijtig. Dus ik denk, gewoon boodschap aan mezelf en ook aan de kijkers. Ik ga toch beter mijn best doen om scherper te staan. Dus ik vond het belangrijk om even te zeggen. Mooie belofte. Dank je, dank je. Want met Tom hebben we echt heel goed gedaan en ik wil die trend aanhouden. Zodat gezond discours, scherp staan, ruimte geven aan andere mensen. We moeten ook, natuurlijk ook beseffen. En het is inderdaad te werken. Maar we hebben maar dat uur of uur, uur en een half. En we zijn de stijl van heel weinig voorbereiding. Dus misschien moeten we een tikkeltje meer voorbereiden. Ik weet het niet of dat gaat helpen. Wat is voornamelijk, ja scherp staan. Hè? Scherp staan, inderdaad. Maar, maar inderdaad, en, uh, wij gaan zeker geen duizenden studies lezen op voorhand en er echt heel droog zitten. Dat is inderdaad onze stijl niet. Nu langs de andere kant... Maar we zijn ook kant... aan het zoeken nog, we zijn ja, aan het leren. Hè? Absoluut, maar langs de andere kant is er wel iets, en je hebt het naam gegeven, dat we uh, ontdekt hebben bij eigenlijk meerdere uh, gasten, is het, het keynote-syndroom. Ja, dus uh, uh. dat is echt wel uh, iets dat we merken bij veel gasten, dat ze eigenlijk... Heel vaak terugvallen op voorbereide teksten of, ja. of, of uit andere programma's, als ze het hebben gezegd en zo. En dat je eigenlijk een verhaal opgaat dat weer al over hetzelfde gaat en naast de, de question eigenlijk wordt beantwoord. Ja, dat ze terug zo in diezelfde hervallen: ja. van dit is mijn standaard antwoord. Dus, maar het is, het, is, het is ook een valkuil dat. Want um, we proberen dat nu eigenlijk op te merken. En de feedback dat we kregen bij uh, Merem ja. was, was absoluut goed dat we het goed deden en goed aanpakten. Maar het is ook een valkuil. want... Je kunt u daar eigenlijk heel snel in verliezen, mee in dat verhaal te gaan. Ja, dus, want dus. ze zeggen een aantal dingen waarop je wilt reageren. Mm -hmm. um, en anderzijds probeert je ook respectvol te zijn. Dat vind ik nog moeilijkste. We je? probeert respectvol te zijn, maar ik ga je niet constant onderbreken. Maar je wilt ook ja, in functie van het doel van de podcast wel mm -hmm. juist balans houden. Anyway, dat we maar kort even gezegd hebben, niet te veel ranten. Maar ik vind het belangrijk om onszelf ook accountable te houden. Dus bij deze. Um, goed, wat ik eigenlijk even heel kort wil zeggen, ik weet niet wat ik daarmee wil zeggen, maar is gewoon: ik vind sarcasme echt heerlijk. Ik wou gewoon even kort gezegd hebben. Ik hey, denk, drop the bomb <laughs> Ja, ik weet niet waarom. En ik heb het gevoel dat wij op deze podcast nog niet zo sarcastisch zijn geweest, misschien hier en daar is. Maar we zijn, echt, uh, we zijn echt heel sarcastische mensen. En op de een of andere manier vind ik dat de meest heerlijke humorvorm dat is, ooit. Dat is zeker een van de fijnste. Ja. Omdat, ik weet niet, je kunt zo snel dan gewoon een normaal gesprek, zonder gekke dingen te zeggen, veel aangenamer maken. En maak het luchtig, en het, op hetzelfde maak het, gesprek. Het, je breek het altijd. Zo. Ja. Ja. Echt, echt fan van andere mensen die ook sarcastisch zijn. Dus aan iedereen, wees een beetje meer sarcastisch en hun leven <laughs> wordt lichter. <laughs> dat is toch een mooie bot, Sure, sure, um, sure, Ik ben zeker niet tegen. En in functie van het sarcasme um, kreeg ik uh, vandaag ook uh, de vraag. En ik vond het een stomme vraag, maar ik dacht direct zo aan mijn antwoord. En ik zei, ik vrij tevreden met mijn eigen antwoord. Dus ik ga ze ja, no, nu stellen. Was... Okay, okay. En um, ik denk dat iedereen zeker nog eens moet snel. Het is een heel cliché-vraag, maar af en toe moet je er eens stellen. En dat is: wat zou jij doen als je morgen 10 miljoen op je rekening krijgt? Euro. Wat zou ik doen? Ja, dus wat, wat zou we doen? Zeg je bijvoorbeeld even zo: de top 3 dingen. Uh, even nee, moet, nee, gewoon wat, wat is uw reactie? Maar pakt Niet instant. Het eerste wat je gaat doen, is dat vieren. Er was ooit een president en er werd aan hem gevraagd als hij een speech wou doen van uh, vijf minuten, dan heb ik twee weken nog. Ja. Dus je zet me hier wel even aan de spat. Um, 10 miljoen. Ja. 10 miljoen. Um, sowieso absoluut minstens de um, helft opzij zetten gewoon om... om acclimatisatie. Sure. Gewoon dat. Hè? We, misschien, misschien best nog een jaar. Een jaar gewoon aan een helft niet aankomen. En dan heb je eigenlijk de andere helft, dus 5 miljoen speelgeld, zullen we het noemen. En het was duidelijk met haakjes bij. Um, en met speelgeld bedoel ik um, investeren is misschien iets risicovoller. Investeren sowieso um, een beetje vastgoed. Oké, okay, wacht. Uw antwoord... Ja, mis... Maar je wou de fun erachter, hè? De nee, fun nee, nee, factor. nee. nee. Of, uh, um, nee. Het lag aan mij, maar inderdaad, misschien wat ik iets meer zocht is: wat zou, wat zou er veranderen in je leven? Of wat zou je veranderen aan je leven? Meer. In mijn leven gaat er heel weinig veranderen. Ja. Sowieso, absoluut. Ah wel, maar kijk, leuk, want ik heb hetzelfde antwoord. Het is daarom dat ik het zou... eigenlijk leuk vond. Ja, sorry, juist Zelfs, zou... jij zou nog steeds uh, mijn beste vriend zijn, we zouden nog steeds dezelfde dingen doen, maar dan, ja. Ik denk voor mij. Misschien een reisje Meros. Oh ja, nee, maar ik denk voor mij, ik zou bepaalde delen upgraden. Eigenlijk waar ik nu woon. Ik ja, zit niet ouwe, slecht, ja, maar ik zou dat upgraden. Basics, hè? Ja. Dus ik zou een paar dingen upgraden. En dan professioneel zou ik plusminus hetzelfde doen. Maar in plaats van dan gewoon consultie zou ik gewoon investeren in bedrijven en die verder uh -huh. op. Maar dan moet die niet betaald worden. Dan heb je gewoon van je win als je het dingen goed uh -huh. doet. Dus dat. Maar voor de rest zou ik. Hey, dus Mijn job zal plusminus hetzelfde blijven. Uh -huh. Mijn. Um, wat ik thuis zou doen, zou missteld blijven. Mm -hmm. Wat ik ga doen, en zoals je zegt, een reisje meer of minder. Maar ik was eigenlijk heel tevreden met de antwoord. Een paar, antwoord paar leuke hobby uh, Sowieso, er nee. gewoon dus, een paar dingen anders. Maar ik was gewoon tevreden, want ik had zoiets van: hey cool, ik heb niet direct zo'n hysterisch antwoord. Oh, ik zou dit of dat mm -hmm. doen. Want dan heb ik altijd het gevoel, als dat je eerste reflectie is als antwoord. dan ontbreekt er vandaag iets op je, in je leven. Dat is oké, okay, want er ontbreekt in iedereen's leven iets. maar zo dat hysterische moet je denk ik wel ja. maximaal proberen te, te tackelen, zo, want sowieso, anders sowieso je zit een klein chitchen op serveren voor, voor een dik feestje, honderd procent. Maar Absolute. ik heb het zo over en wanneer een jaar, wat na twee jaar. En, en ik denk echt wel van ja ik, was, ja, ik was gewoon tevreden met de antwoord en denk denk dat ik ik denk ik vaak zo'n soort gelijk antwoord zou geven, maar nu, nu voel ik echt wel zo: ja, dat is echt wel mijn antwoord. Eigenlijk niet te veel. Een paar mm -hmm. upgrades, een mm -hmm. paar dingen anders, maar ja. plus, minus hetzelfde. Ja, inderdaad, als je erover nadenkt, is dat antwoord uh, wel een leuke bevestiging van, ja, ja? van hoe tof uw leven eigenlijk wel is. Ja, ja. Ik, ik weet nog niet of ik mijn leven tof vind, maar ik weet wel dat geld niet zoveel verschil zou maken. Ik ja, dat, zo ja, ja, dat is <laughs> meestal toch uh, het antwoord voor velen. Dus, uh... Ja, dat is waar. Maar dus, ik vond, uh, ik vond, ik vond het wel een leuke Leuk, vraag. Tof om na nou, Inderdaad. Oké, okay, wat, uh, wat ik nog was aan het denken. Want uh, de laatste tijd. Komt, dat is, is een thema van alle tijden. Maar dat is wel. Ondanks dat we in de meest geïnformeerde tijd ooit leven. Scratch that, Ondanks dat we in de tijd leven waarin het meeste informatie ooit voor iedereen, voor de meeste mensen beschikbaar is. Is eigenlijk. Of, of zijn er echt superveel conspiracy theories? Hè? Um, en je zou mm -hmm. denken, eh, mensen worden meer en meer geïnformeerd, dus aan zich weet je meer en meer en kun je dus meer en meer jezelf debunken. En oké, okay, sommige conspiracy theories kunnen zeggen, ja, maar dat, eh, dat, dat kunnen niet helemaal baseren op informeren. dat informeren. Maar eh, bijvoorbeeld aan de trend die nu al even gaande is, maar toch, van Flat Earth. Dat is zo vreemd. Hoe komt het dat nu ineens terug misschien een ding is? Eh, dat zit van de afgelopen vijf jaar. Wetenschap heeft nog nooit zo ver gestaan. We hebben nooit mm -hmm. zoveel dingen in de ruimte gedaan en het stijgt alleen. Mm -hmm. En die groep wordt ook groter. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje zo. Koppigheid? Ik weet het niet, misschien. Oh, ik heb ik het ik gelezen. Ja, uiteindelijk. Uiteindelijk. Je hebt ook mensen die zo'n beetje voorstander zijn van zolang ik het zelf neem met mijn eigen ogen heb gezien, is het nog steeds een mogelijkheid. Dus met die insteek, erbij snap ik het al ietsjes meer. Want je hebt ja, foto's en video's, maar dat blijven foto's en video's. Dat blijft niet je eigen waarneming. Dus dat snap ik voor een deel. Maar. Het, ja, het probleem ja. is, ik denk dat het een beetje een visieuze cirkel is. Ik, ik heb daar straks even gelezen, ze zeggen wel dat het zo een beetje een, een gevolg kan zijn van collective narcissism. Dan kan je, dat laat ik even in het midden. Maar het is inderdaad wel een soort van zware overtuiging van je, van je eigen ja, ideeën. Maar zonder dat je zelf ook probeert te counteren. En ik denk het gevaar daaraan is. En dat zie je wel. Ik weet niet wat je er eens over gaat, maar ik heb dat gezien. ik Ze noemt in een documentaire over ja, algoritmes eigenlijk. YouTube-algoritme, Facebook-algoritme. Mm -hmm. En het is inderdaad wel zo vandaag de dag. Als je zeg maar uh, gewoon. U, ...u een beetje laat leiden door de algoritmes. En dat is zo, hè. Als je op je Facebook-feed scrolt, dan is dat eh, de algoritme dat je zo wel leest. En het probleem is wel dat mensen meer en meer in een soort van informatiebubbel leven. Mm -hmm. En dat is wel het nadeel. Als je constant nieuwe invalshoeken ziet voor een probleem te benaderen... ...en die maken sens... ...en het ding is, high-level maken heel veel dingen sens. Dus pas als je mm -hmm. in de details gaat, dan vaak dingen breken. Ja, dan, dan kom je een beetje in zo'n idee van... oh Makes sense. Ja, en dan zie je ook nog dan eens, dan eens vooral... ja? Oh, ja, En dan vooral op YouTube of op Facebook. En YouTube krijg je veel views aan Facebook. En heel veel mensen die liken. En dan denk je, oh, er zijn andere mensen die ook denken. Ze dragen die bevestiging hebt. Mm -hmm. en het. Dan wordt het wel zo'n visie. Maar ik vind dat toch vreemd. Want je kunt letterlijk de meeste conspiracy theories opzoeken. En ze kunnen misschien niet altijd direct gedebunked worden. De maximum is zo van: God, het zal hoogstwaarschijnlijk niet zijn. En, de meeste, en er zijn ook heel veel die zeggen nee. Um, maar dat, dat gebeurt dan zo te weinig. Want ik denk, de meeste conspiracy theories kunnen wel die beken. Het grootste nadeel aan conspiracy theories is, er zijn er altijd een paar die uiteindelijk waar bleken, wat een heel goed argument is. Ja, absoluut. En ja. twee, um, wat zou ik nou zeggen? Ja. Is... Wat zijn de twee grootste. Ik denk, de WTC-torens, zal er sowieso een van de grootste zijn. Daar is, wat is de conspiracy daarin? Dat het geen een aanslag was, maar ah, dat het de ja, ja, government zo. zelf uh, ja. een explosie in de gebouwen uh, ja. gewoon zelf heeft opgeblazen. En ik denk, twee, misschien ja, Flat Earth of Area 51 is ik natuurlijk een, een vrij big. Maar zie, ik begin een Conspiracy Theory believer, maar ik heb wel één ding. alien insider. Uh, nee, dat weet ik niet. maar... Uh, tuurlijk, 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 tuurlijk. Wacht even. Tuurlijk. Um, nee, maar ik zeg dat weet ik niet. Ik zeg, ik zeg niet dat dat niet is. Um, maar het ding is wel, en dat is het probleem met eh, government. Er zijn heel vaak van die gekke dingen, waarbij dat er zo'n conspiracy theory uh, ja, is, en dan blijkt die ineens waar te zijn. Mm. Voordat ik heb de film gezien, um, en dan uh, take it with a grain What? of salt. But... Ik kon even nog even een disclaimer. Aliens bedoel ik niet de uh, mannetjes van het ET of zo. Ik bedoel Gewoon buitenaards leven in het oneindige heel. Het universum dat er bestaat. Dat bedoel ik mee. Ik ja, ja. Dus even die kleine... Um, nee, nee, maar dat is, dat is zeker goed. Uh, maar dus American Made dat ik gezien. Dat is mm -hmm. een, een film uit 2017 met Tom Cruise. En dat gaat heel simpel eigenlijk over hoe dan een Amerikaanse piloot. eigenlijk op een bepaald moment voor de CIA moest werken. Er werd zo aangesproken. Van hé, hey, je moet. Um, ik kun niet meer X of Y smokkelen naar. Um, uh, weet ik veel waar. Um, en dan kwam Constantin constant in aanraking met Pablo Escobar. En uiteindelijk was hij dan voor de Amerikaanse government wapens aan het smokkelen naar daar. En bracht hem cocaïne terug. Maar dat mochten ze dat niet weten. En bla, Van bla. Dus uh, ja, hij was eigenlijk... Dubbel. wol. Ja. Uh, en... Um, uh, heel intens, maar uiteindelijk was het dan allemaal eigenlijk toegelaten op een bepaald moment door de uh, government. Die wisten het dan zelfs, hebben dan was dat toegelaten, omdat het doel hein, van die wapens was groter dan de cocaïnehandel en dit en dat. En, mm. en, de, die, uh, ja. mm. en hij had dan recht, rechtstreeks contact met Pablo Escobar, wat dat maakte, van hoe hij dat kon onderzoeken. Mm. Uh, maar dat was ook vooral zoiets... Als je die film ziet, dan denk je van... Oké, okay, het is based on true effect. Ik heb daarna opgezocht, het meeste is waar, maar uh, over het algemeen gestretched. Maar hij besefte ook weer wel van... De government heeft wel heel veel van die covered-ups, ah ja, die ja, uiteindelijk dan ja. zo waar blijken te zijn. Mm -hmm. Um, dus in functie van Area 51, eh, ik weet niet, er zullen sowieso wel van die zotte ontwikkelingen zijn die ze momenteel zijn ontwikkeld. Ze willen iets geheim houden. Voilà. Absoluut. En, en terecht ook. Hè. Ik weet mm. niet of dat iedereen altijd alles moet weten, dat laat ik zeker in het midden. Um, maar, um, dus voilà, er zal sowieso wel iets zijn. Want mm. anders zouden ze het ook niet zo zwaar bewaken dan zou je gewoon zeggen: kom eens kijken. Mm -hmm. um, maar of dat aliens zijn, dat laat ik ook weer in het midden. Maar zie, dat is het nadeel. Soms zijn er dan zo van die government-dingen, gelijk de CIA die LSD gebruikte op uh, hun gevangenen vroeger, om die dan te ondervragen. Dat was een soort van waarheidsserum en dit en dat. Jezus. En ze denken van, ah, dat gebeurt niet, maar dat gebeurde. Er zijn echt zotte dingen die vroeger gebeurden. Dus dat is het, dat is het nadeel uh, aan die conspiracy theories. Maar toch boeiend, want nogmaals, 99% kan gewoon gedebunked worden. Mm -hmm. um, en toch blijven die allemaal zo, zo hard uh, ja, gaan. Ja, schrikken. Je hebt nog eentje QAnon, hè? Eh? Oké. Okay. Gelijk, Capitool, dat ze allemaal bestormden. Ja, dat was ook ja. QAnon. Mm. Just hetzelfde, hè? Ja, dat is zwaar. Je hebt er ook een van, een Titanic. Dat, de dat Titanic het niet gezonken is. Ja, je hebt er eigenlijk meerdere. Maar inderdaad, ja. je hebt er ook een en dat het niet gezonken is. Dat het eigenlijk een ander schip was. Ja. De Olympic. En dat okay. ze gewoon, <laughs> daags voor de Olympic hebben gepakt en dan alles overschilderd En dan de naam Titanic er hebben op gezet. En gestuurd. waarom? Um, dat weet ik niet. Maar de andere dingen was, is dat, um, dat het allemaal in scène is gezet. Letterlijk, dat het, het doel was dat hij zonk. Want JP Morgan heeft eigenlijk heel laat voor het schip vertrok je zegt nee nee de eigenaar hmm. um, en al zijn concurrenten waren aan boord is dan alweer hmm. dus maar ja het blijft natuurlijk oh, yeah. een potje met, met een ijsberg en zo dus dan moet al eigenlijk iemand hebben dat steert naar en zo yeah. dus, uh, maar het ja. is ook wel op een paar dingen die geweest hè. Maar, uh... Maar, uh, maar ja het is, het is het geeft wel sensatie. Het is wel sensatie. En, dat, en dat is ja. het probleem, denk ik. Dat, dat krijgt aandacht, de sensatie en het nadeel... Het, ah, dat wou ik er juist zeggen. Het grootste nadeel... Ik weet niet hoe dat, is, volledig het grootste, is omdat dat bestaat. Nee, nee, het is een vorm van entertainment. Ne, het, gewoon, het grootste nadeel aan conspiracy theories is dat um, zodra dat je het gelooft, en mensen zeggen nee dat is niet waar dan wordt je bewezen hè? dan heb je zoiets in hoofd ah zitten want dit is een onderdeel van de conspiracy theory dat is vaak het probleem hè dat ja, bij de sommige dingen, vaak nee. is het nee. zo in een groep en die zeggen dan nee omdat dat eh, meer in de dan of nee en altijd eh, niet waar is maar dan is ze van ah want je wilt dat verbergen zitten wel en dat is zo ja een heel moeilijk argument op die bunker hè want mm -hmm. dat is ja dan is de cirkel rond en dan, dan mm -hmm. kun je niks doen hè ja. Dus uh, ja, ik vind het wel, wel zot hoor, dat dat altijd al zoveel aantrek heeft gehad en altijd meer. Maar blijkbaar is dat ook echt wel iets dat kei eigen is aan wanneer dat, um, er tijden zijn van crisis en dat er blijkbaar meer zijn. Ik weet dat niet. Volgens mij zoeken mensen dan niet zo aan vasthouden of iets mee bezig te blijven. Of... Coronavirus is ook. Uh, Vraag uh, vroeg... Conspiracy is er rond. Ja, ja, kei veel. En tot ontstaan alleen al dus. Ja, en er zijn soms weer dingen die zeggen. Niet... Maar ik ben eigenlijk nou, benieuwd of ik eigenlijk een Conspiracy Theory geloof. Ik weet het niet direct, maar ja, ik zou er ja, waarschijnlijk specifiek niet... in eentje gelooft. Ja? Oh. Ik, ik zelf direct denk direct ik, heen, ik niet. Ik ken er ook niet direct een, Ja, goe, Cool, maar uh, ja. interessant. Wat ik wel cool vind, uh, het uh, is geen conspiracy theory, theory maar, uh, anonymous uh, ja, maar dat is een anonieme groep. Die zijn super fucking maar cool. Ik heb je je ah, wel gehoord daar zo heel weinig van, dat is zo sporadisch, dat die zo iets doen. En dan trek ik steeds zo in twijfel van hoe groot zijn de gallen, wat doen die gallen, wat doen die gallen nog buiten die één keer op een jaar een message lanceren. Ja, dus dat is, ja, zo... is keihard backend hè? Ja, absolu ja absoluut. Uh, maar dat is zo, zo cool. Het is echt cool. Ik denk, maar nu ben ik aan het um, speculeren, maar ik denk dat Anonymous ook een, een groot deel heeft geholpen bij um, het opdoeken of het blootleggen van de Silk Road. Ken je, je dat kind Ja, dat zegt me van. De Silk Road was um, op de Dark Web. Uh -huh. was dat, um, ja, die leven daar. De, ja, de, de Amazon. Silk Road was Amazon van Dark ah, ja, 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 ja. Dus je kon er alles bestellen. Ja, ja inderdaad. Uh, maar dat is opgedoekt uiteindelijk. Uh, Sund, want ik heb het nooit kunnen bezoeken. Ik was wel eens zien wat daar zo. Ja, ik die <laughs> teast een beetje. Ik wil wat hij Ik zeg, ik no? iets koop, hè, maar. Als er nooit iets interessants op. Of systemen snappen, is gewoon boeiend. <laughs> ja, nee, nee, maar. Dus, dus, uh, maar de Silk Road wel cool, namelijk. Nou, um, maar ik denk dat die er ook al. Het is dat soort dingen die doen zo helemaal zo, heel veel zo behind the scenes. Want ja, in theorie is de groep Anonymous. A bunch of nerds, hè. Dat is heel het concept, hè. Ja, absoluut. Dus, uh... ja, waarom denk je dat die een masker dragen? <laughs> <laughs> dat zijn Allemaal al die pimpels. Dat is <laughs> helemaal Allemaal een <laughs> bril op, maar die zijn een ah, shit, die gaan deze horen. Die gaan alles kiezen. Ah, ja, op, zo. En dan fuck. Maar, maar... But we, <laughs> nee maar we waren pro, hè. Ja, we we zijn waren pro, hè. We he? zijn wel pro. Maar uh, sarcasme, hè, jongens. <laughs> <laughs> nee maar dat is, eh, we hadden het er over nog over hè, nu hebben we hebben gesproken over het woord nerd. Eh, hoe dat eigenlijk vroeger heel beledigend was en nu zei ah, Stijn ja, van, ja. oei, ik ben een nerd. Ja. En eh, dat is zo virtue signaling van, kijk, ik ben mm -hmm. wel een coole nerd. Want en ik heb social skills ja. of ik heb Plus op, en... al die nerdy shit is cool geworden, like yeah. Lord of the Rings en zo. Ja, als je geen Ja. Cool. Ja, gaming is uh, een van de grootste industries die is ooit ontworpen. Ja, ja, absoluut, uh, absoluut. Iedereen spreekt ja. over Netflix of whatever. Uh -huh. uh, dus ja, we zijn echt allemaal wel. Uh, wel maar daarom, het, het betekent bijna niks meer. Want om in vandaag de dag te kunnen ja, leven, moet een... je eigenlijk al een kleine nerd zijn. ah wel, maar een nerd, is, is dat niet eerder. Wat is de oorsprong van nerd eigenlijk? Nou, nee. Nu gaan we weer met de research okay, tijdens de podcast. Ja. ja, maar het boeit me. Nerd betekenis. Maar dat is niet de origine, hè? Volgens het groot woordenboek van de, Nederland taal, de Nederlandse taal is een nerd iemand die graag leert, computert en dergelijke, maar, en dergelijke, maar achterblijft op het sociale, emotionele en motorische vlak. En daardoor vaak enigszins wereldvreemd overkomt. Oké, okay, het is nog wel iets anders. Het is, ja, is, is, is asocialer. Er is een uh, nieuwe betekenis gegeven eigenlijk aan het woord. maar, ja, maar dat, is altijd, dat gebeurt eigenlijk vaak, hè, de definities wijzigen van ja. woorden. Je, je denkt eigenlijk een ja, woord staat vast, maar dat is niet hoor. De ja. cultuur stuurt heel hard de betekenis ja, 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 van woord. Dat is het eigenlijk, maar, de podcast die nee, we Ja, Unia. maar eigenlijk is dat fout. Want die pakken meestal ook. één aspect van de betekenis en zeggen: van... Dit, ja, dit is het. Sorry, ik wil nu niks zeggen. Maar als er één ding is wat we wel goed hebben gedaan in die podcast, met, uh, Unia, is het wel ook echt tonen nee, dat er dat hypocrisie zit in uh, positieve discriminatie. Want dat is geen discriminatie. Mm -hmm. Nee. Mm -hmm. En dat was, daar, dat was dan positieve actie en anders was het discriminatie. Ja, ja, ja. Dus dat is ook ja. weer zo'n choose and pick van uw woorden om, u, om uw point te kunnen maken. Maar we hebben we, we wel eindelijk uh, een goede. Uh een beetje een goede definitie gekregen van de discriminatie. Mm, dus, zeker. Dus, daar waren we lang naar op zoek. Zeker. Dat hebben we daar gevonden. Dat hebben we daar gevonden. Ja. Weet nu, dat? Ja. Nee, doen we. Nu, de vorige podcast ook heel lichtjes aangehaald. Op de volgende. Um, maar we wouden dan eigenlijk. af en toe sturen we sowieso een advertentie uh, de Facebook-wereld in. Ja. Uh, en we hebben dat nu geprobeerd. met Tom van Grieken. En tweemaal geprobeerd, en telkens is die niet goedgekeurd geweest. Omdat de advertentie... Ja, politiek, politiek doel heeft. heeft. Maar dat, nu, het is wel zo, Facebook heeft dat heel hard moeten reguleren na um, de verkiezingen van mm -hmm. ja, Trump. Ja, met daar toen heel hard was, de Russen hebben zich gemoeid. Um, en daar bleek dan uiteindelijk toch iets van waar te zijn. De vraag is hoeveel impact is er dan geweest en blablabla. Bla. Ja, maar maar dus al... ik, weet wel, ik weet wel dat ze dat moeten weren. Het enigste nadeel is... Wij hebben, geen politieke, wij, wij hebben geen politieke agenda naar voren gebracht. We hebben een, een open debat gehad over politiek. Met toevallig een politicus. En ik denk. En, maar de, de vraag is natuurlijk. Hoe, jij, of hoe verwacht je van Facebook dat hij perfect het onderscheid maakt tussen al die dingen? Hè? Want die hebben letterlijk miljarden users. En waarschijnlijk miljoenen mensen die een politieke mm -hmm. boodschap naar buiten sturen. Maar toch. Ja, complex weer al. Ja. Want, want ik denk, uh, alles gaan weren... Alles gaan weren is, uh, is zeker ook weer niet het antwoord. Want net zo stopt je discours. Want wij hebben denk ik net ja, 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 een heel natuurlijk. gezond discours gehad. Gewoon zo laten we een gesprek er net over hebben. En mocht je het dan weren... Dat bleek gewoon op de, de reacties dat we eruit keren. Dus constant heel fijn. Hè. Tof dat je die mensen eigenlijk uitnodigt om daar gewoon een... Een, discours, een gesprek mee te hebben ja, ja, om daarin eh, alle vooropgestelde dingen te kunnen zien. Nu, langs de dus, andere kant, ja, ze weren het ook niet echt. Want het is uiteindelijk alleen adverteren. Hè? We mochten het wel erop zetten. Ja, ja, dus ja. Het, is, het is complex. Ja, ja. Het, het, zal, het zal zeker ook wel eens herinneren. Maar als ik me ook niet vergis... Excuseer, alle partijen adverteren toch op Facebook, hè? Ja, want die hebben toch altijd zo'n social media budget. Ja, dus, ik, dus hoe ja, doen die dat dan? Ik weet het niet, Als wij het geen, niet kunnen, dan hebben we die loopholes. Mee, ik he? weet het niet, ja, ja. Dus vreemd hoe dat wij dan direct gecanceld worden. Niet. Maar het is interessant wel, hoe ja. dat eh, ook weer naar het algoritme, hoe dat toch wel zo dingen mogen en niet mogen. Stilaan wordt het allemaal wat gereguleerder, ja. maar wel vanuit een heel eenzijdig perspectief. En dat is misschien wel het, uh, het gevaar. Ja. Um, maar maar het, het, het laat ook weer gewoon blijken hoe hoeveel macht dat, dat die grote techbedrijven eigenlijk zullen hmm. noemen, hoeveel dat ze echt niet hebben. Hè? Nee. En een ander voorbeeld daarvan is is uh, Amazon, Weer al. We gaan het nog eens aanhalen. Uh, er was dus eigenlijk een app... Als ik nog heel veel kort ze mag zeggen, ik ja. ben benieuwd met onze volgende Boys Only, of dat de uh, advertentie, zo dus ook eens proberen, van meer wordt geweigerd. Ja, ja. ja, ja inderdaad. Ander politiek spectrum. Ja, zeker en vast. Yes. Uh, maar nu, Amazon, uh, ook groot techbedrijf, zo noemen we het eigenlijk. Hè. Ja, het um, grootste. <laughs> nee, is niet waar, nee, Apple is niet Maar nou, Je ja. kunt het echt onder tech ja, ja. steken. Dus ja, ja net, zeker. Net iets minder, maar. Uh, uh, maar er was dus eigenlijk een app, een applicatie, die noemde Fakespot. Uh, en die app die, die analyseerde reviews op hun accuraatheid. Dus om de valse reviews mm. er eigenlijk uit te halen, de aangekochten of zoiets wat dat allemaal ook betekent Maar dat was op vraag van Amazon en dat is, uh, ze zijn naar Apple gestapt om te zeggen van, dat moet eruit, want dat heeft privacyproblemen nu wat dat effectieve waterrijd daarachter is, weet ik ook niet. Maar ja, slimme zet van Amazon natuurlijk hè, want ja, voor hun betekent dat sales, 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 ook al zijn de reviews fout en nu dat de reviews en als de reviews fout zijn ze worden eruit gehaald, ja, dan gaan ze natuurlijk op al die producten uh, veel slechtere reviews of een slechtere totaalscore krijgen, wat hun sales gewoon keldert. Hè. Dus is het dat privacyprobleem, ja of nee, dan laat ik het niet ja. weten. Maar is de kans dat er, en ik weet niet of dat we daar in conspiracy theorie's dan terechtkomen, maar is de kans dat ze het gewoon als slimme ja, business sets doen, zal ik zeggen, ja. Dat die is al, al, die kan is ze zeker bestaan. want ze hebben het wel aangevochten, zo. Uh, fake spot. Weet je wat wel interessant is? Twee dingen. Eén, inderdaad, en ze zullen ook wel een privacy-schandaal. Uh, ik, ik zie uh, dat er wat privacy-problemen waren uh, met de mm -hmm. app. Dus weet je, het, het is zeker, ik weet ook niet specifiek waar het was. Maar het ding is wel, en wat je nu eigenlijk aanhaalt, is wel interessant. Um, eigenlijk, zodra een bedrijf groot is en die doen iets, lijkt te wel van het op zich altijd wel vanuit slechte intentie te komen. En niet mm -hmm. meer zeker dat duizenden mensen per dag vragen om een app te verwijderen uit mm -hmm. de store. Waarbij je zou zeggen, mm, probeer ze hier een doel te verdedigen of niet. Mm -hmm. Maar het is echt wel zodra je groot genoeg zijn, staan echt wel alle kijkers constant op u en iedereen trekt uw intenties in. Vragen. Sowieso. Um, dat, is wel, dat is wel eigenlijk zo, hoe snel dat dat zo ontstaat. Dus op de een of andere manier, en mensen ook als ja, het voors, dat zodra dat je... Stijgt, ja, maar ja. zodra dat je precies groot zij, is precies eens ook alles wat je doet voor, voor, vanuit egoïstisch of, of eh, egocentrisch perspectief. Um, oh, ja, we, nee, de, de vraag wordt gesteld, maar terecht. Is het voor privacy of is het voor. Nee, nee, nee. De, de, belang, de vraag he? moet gesteld worden, ah, well, zeker voilà, bij zo'n gigant. En dat he? wordt hier nu gedaan. Maar, uh, maar ik denk, wat is de titel van het artikel? Ja, negativiteit. Ah, wel, well, well, wel. Uh, well. App die valse reviews zoekt, verwijderd op vraag van Amazon. So va, nee. so va, ja. Objectief, objectief. Het is natuurlijk een topic dat ze aanhalen is getint En met zeker objectief. Nee? nee, ja, dat is altijd wel de vraag. Maar zo'n dingen gebeuren constant. Dat is ook zo gelijk met die battle van uh, Apple en Epic Games, kinderen? Epic Games. Kinderen? Van Fortnite. Dus um, ik zal het even heel kort zeggen. Dus Apple had uh, op in hun App Store uh, de app staan van Fortnite, maar ik heb veel het woord app gebruikt. En een heel lang verhaal kort, um, Epic Games had zoiets gedaan. Elke keer als iemand eh, zich abonneert of iets koopt via eh, de app via iOS, mm -hmm. dan moeten wij Apple 30 geven en we vinden dat niet leuk. Dus uh, mm -hmm. wat hadden ze gedaan, ze hadden eigenlijk een zeg maar in hun app op de game een um, winkeltje gemaakt, hè, uh -huh. van reeks, reeks te kunnen betalen dat je zo met je creditcard, rechtstreeks daar, en dan zou je een percentage uh -huh. moeten aan, uh, afstaan. Dat is um, kaart aangeklaagd geweest. Door Apple dan? Ja. Uh, ja, want Apple zei direct, app weg, fuck that. Oftewel uh -huh. houd je aan de regels, oftewel niet. Uh -huh. um, en Epic Games zei, nee, fuck that ook. Uh -huh. um, dus ze zijn dan naar rechter geweest, dat is nu dus een mega juridische battle geworden, maar het, belangrijk is, dat is een kei belangrijk iets, want het zet wel een precedent ja, natuurlijk. Ja, maar dat is dus nog steeds gaande. Maar dus die app is wel effectief verwijderd het nog apple Store. Ja. Ik bedoel, dat zijn. Ja, ja, dat is al meer dan jaren. Dat zijn miljarden euro's of dollars, whatever, die gewoon Ja, voorbij hè. Ja, ja, dus dat is echt, echt onzotten. Maar dat is ook weer een heel goede vraag: van Apple is nu groot, oké. Okay, maar. Is het nu nog steeds een privébedrijf, of, heeft het nu, of is het een maatschappelijk bedrijf geworden? En eh, Want je zou kunnen zeggen, mm -hmm. het is een bedrijf, als die 100% commissie willen vragen, 30, 20, mm -hmm. ik bedoel, je mag doen wat je wilt. Dus eh, dat is het argument. Aan de andere kant, je weet ook wel, je moet een commercieel viable optie hebben, want anders aantrek trekken het ja. niet aan. Tuurlijk. Het andere argument is... Het andere argument is... Um, ja... Wow. Het is wel effectief zo dat iOS... Even, eh, ja, een van de grootste bereiken ooit dus heeft. Ja. Hè? Ik weet niet hoeveel procent dat gebruikt, maar het zal zo. Dus, ja. dus op een bepaald moment is het ook zo wel van. Ja, je kunt dan zeggen: Fuck it, ik ga niet op de, uh, op de App Store staan, want ik ben niet akkoord met hun voorwaarden. Maar mm -hmm. eigenlijk kun je dat niet echt niet meer doen. Maar dat is ook niet per se nee, Apple's schuld. Mark, dat dus, maar dat is zo complex, want dat zijn een soort van privébedrijven die stilaan precies een andere wetgeving nodig hebben. Omdat die, dat zijn privébedrijven, ja, maar zodra je zoveel impact hebt op alle bedrijven, zo... is er veel te weinig. Het is gewoon nieuw. Het is gewoon een nieuwe ja, materie. Het is een nieuw soort bedrijf. Het is volledig een nieuwe materie. Gewoon op vlak van privacy, op vlak van sales, op vlak van bereikbaarheid, op vlak van tracking, op vlak van locatie. Al die dingen. En dan wil ik niet per se volledig privacy wise trekken. Maar gewoon al die tools zijn gewoon nieuw van de afgelopen tientallen jaren. Ja. En onze wetgeving is de afgelopen tientallen jaren niet zo hard geëvolueerd als die techbedrijven. Dus natuurlijk wordt die discrepantie alleen maar groter en groter en groter. En is er de nood aan nieuwe wetgevingen en regels en wat hebben we allemaal gewoon nodig. En het is een tikkende klok. Want daardoor heb je al dit soort rechtszaken. Die zullen alleen maar meer en meer worden als er uh, niks ja, maar gewijzigd dat is, wordt. dat is super complex. Want wat, wat is uw mening? Vind je de App Store bijvoorbeeld minder commissie met vragen? Vind je dat ze een ding mogen doen? Vind je dat ze zich moeten aanpassen? Ik vind dat zo complex. Ah, wel. Dat is complex. Maar, 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 ik, ik ben echt. Ja, dit is wel een het, het Ja, voilà, maar, inderdaad. maar dan ja. is het ook binnenkort. Oh nee, ik ben een bedrijf. Ik heb gewoon mijn best gedaan. En nu ben ik te groot. En nu moet ik ineens een andere wetgeving volgen. Dat is eigenlijk ook een soort van discriminatie op een bepaald moment. Dus. En, hè, ja, bedrijven of een mee... beetje acceptatie van de realiteit, hè, want eh, ik woon in België, ik heb nog de keuze om naar het buitenland te wonen, om minder belastingen te betalen, om mij daar te vestigen, maar hmm. ik blijf in België wonen, want ik weet, hier zijn belastingen zo hoog. Ja, ik kan een groot bedrijf worden, maar dan kom ik binnenkort met zoveel regularisaties terecht. Maar ja, mijn opbrengst is natuurlijk ook wel groot, want ik ben een groot bedrijf. Er ja, ja. zijn ook weer de maar dingen dus Zodra dat, is dat geval afweging, is het jij ook een, een Keiman-vestiging. <laughs> uh... Ja, natuurlijk. Als ik een groot bedrijf ben, dan ben ik natuurlijk <laughs> tegen al die regularisaties. He? het niet, he? dat is logisch. Je he? hebt altijd de... twee kampen, maar inderdaad, dan is het. Ja, ik vind, weer het, ik vind het heel complex, gewoon Sorry, puur. En dan inderdaad, nu het ook over stil moeten we ook echt naar een wereldwetgeving gaan op bepaalde niveaus. Hè? En gelijk, alle Twitter, Facebook, uh -huh. en die hebben dan nu Amerikaanse uh -huh. wetgeving. Een ah, wel, ja. En dan komen we in het gesprek met Tom van Grieken, en hij hem zegt, er zijn geen universele normen en waarden. Oké, okay, wij kijken er anders op toe. Uh -huh. Maar het is inderdaad wel zo. Heel de wereld is het vandaag zeker nog niet eens met elkaar over alles. Daar is het nog te dus... vroeg. Als we gewoon al eens gewoon... Kijk gewoon de vrienden nog eens naar België. Als we België al eens wachten, kunnen rennen. Stap één. Hè? Dan kunnen we kijken naar hoe gaan we omgaan met onze buurlanden. En dan kunnen we naar Europees vlak gaan. En dan kunnen we misschien, maar waarschijnlijk zit er nog wel een stap tussen. Uh, Eurasië of zo eerst. En dan de wereld. Maar holy shit. We kunnen nog niet eens een, een, een Belgier. Nu, nu dus, alles ja. loopt wel wat simultaan. Maar het Elk een land punt. is natuurlijk België, maar. Ja, in zekere ja. mate wel. Ik denk dat iedereen er gewoon mee struggled. Maar daarom, Iedereen struggelt er nee, wel mee. Wel meer als wat minder, maar dus denk, oh, ja, denk wij eerder in de meer-kant zitten. Of dat kan toch. Valt, valt wel mee, maar we hebben zeker onze challenges. Um, iets anders. Genoeg Big Tech. Ik heb iets grappig ik, ik heb al lang, maar ik Small uh, Dit is non wat ik nu ga small zeggen. Non small non-tech? Nee. er was Big Tech, dus nu ah, Small nee, nee. non -tech. Het is nu Small Human. Ik Oké, okay, top. Uh, ik ben sowieso geen tech. Half. Uh, oh, dus, non-tech? Uh, ja, misschien een... ben ik al een robot, hè? dat weten we niet. Dat is non-tech, dus dan klopt het. Hè? Ja, zeker. Uh, dus, okay, weet je ja. wat kind grappig is? En ik vraag me af of dat jij ook ook. Ik weet niet of we daar ooit al over hebben gepraat. Maar dat is zo: ik, heb, ik ervaar emoties soms op een vreemde manier. En, en dat is grappig. Ik ervaar waarschijnlijk, soms op, uh, iedereen hoort, maar op een heel fysieke manier. En, maar heel concreet. Ik ga drie voorbeelden geven. Um, ik, ik zal eindigen met de grappigste. Dus één, als ik zo kei gelukkig ben, en ik, heb zo, ik ben kei euforisch, dan voel ik echt altijd zo superhard mijn solar plexus of zo druk op mijn longen. Heb jij dat ook? Nee, maar niet met een buik. Maar ja, inderdaad, echt zo kei wat druk. Nu denk ik denk dat het al vrij relatable is voor mensen. Ja. Nu Een tweede geven is wel wat moeilijker is. Als ik um, kei. Wacht, er <laughs> komt een ene van er straks erin. Welke van heb zo'n. Waar je schrik voor als we op vakantie gaan? Dat zou gebeuren. Nee. Denk het, denk het niet. Ik weet niet meer waar ik dit mee denk. Hilarisch het niet. Zijn, maar ik denk ik een beetje weet waar ik dit. Maar dan ja. is het echt wel. Ja, uh, hoe noemen ze dat dan NSFW, huh? not safe for work. <laughs> <laughs> maar um, fuck afgeleid. Dus ja, ja. Nummer twee. Nummer twee is. Uh, Over laatst had ik zo nog eens een gevoel van diepe emoties. Kent je dat je soms. Oh, zo... is diep. Oh ja, daarom. Kent je. Ja, ja diep geslaagd. Ja, maar nee, je ja. waart letterlijk meer van mijn zin. Maar. Dat um, is je... geen enkel probleem. Kent je dat je soms zo um, <laughs> diepe emoties hebt waarin je. Luistert. Ja, <laughs> dat dat <is laughs> alleen <in> <laughs> <Okay>. Ja, klopt. <laughs> waarin dat, um, je zo droevig bent, maar het is oké. Okay. Dat je zo kunt genieten ja, 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 van zo. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja, een depressiever momentje, uh -huh. om het zo te noemen. Ja, ja, sure. Ik zorg er echt van genieten. Ah, wel, en ik heb zo eens gedirecteerd waar dat ik die emoties voel. Kijk, grappig. Waar? Ja, echt okay. letterlijk fysiek waar in mijn lichaam. Voelt, ja. ja. In mijn enkels. Mijn En het is niet meer mijn bol. Ja, echt ja. waar. Dus als, ja, ja. Maar ik let daar dus echt op en ik okay. voel er dus kei-intens mijn enkels. Mijn en dan nog het laatste is, maar dit is iets ludieker. Maar dat is zo: als ik. Um, soms heb ik zo ineens, echt heel vreemd, maar empathie voor anderen. Gebeurt. Soms mm -hmm. in eens overvalt men dat. En als die dan zo pijn hebben, uh, maar pijn, fysieke pijn moet het zijn, um, en het, het moet niet groot vaak, zijn. Uh, regelmatig in pak In een film of zo. Tien dan. keer per jaar. Nee, nee, het moet met echte mensen zijn. Maar zo van is dat toch zo dus geweest. Je moet die zien pijn hebben in je Nee, realiteit. ik moet het alleen horen. Uh, ze mogen erover vertellen. Maar ik moet mij ja, kunnen ja, 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 het is uh, en Dus af. ja, vaak ken ik, dus ja. ja, over laatst mijn oma is een vrij, concreter dan dat ik aan dacht. je hebt zo'n sneetje in haar vinger, helemaal niet pijnlijk, hè? maar die vertelde zo, en ik had zo medelijden en als fysieke pijn tegelijk, en dan. Tintelt mijn staarbeentje altijd super hard. Echt fucking hard het Elke keer opnieuw. Ik... Het is precies dat ik kan kwispelen. Dat gebeurt maar vijf of tien keer per jaar. Maar dat is echt waar. Dat is dat, is dat tintot... een moment om te kwispelen? <laughs> ik weet dat niet. Ja, ik okay, weet dat hoor. niet. Maar dus, ik heb dat. Grappig. En ik ben dus eigenlijk gaan beginnen opzoeken. Van, ik ben er vrij zeker van dat dat relatief uniek is. Maar, maar is dat normaal dat mensen um, fysiek emoties ervaren? En iedereen kent wel dat je je lichaam voelt. Ja. Eigenlijk, stress, dat voel wel. Maar op specifieke plaatsen. En blijkbaar is het niet zoals bij mij. Um, is... Maar, um, maar is het dus wel effectief? Hey, je hebt er nu een paar voor u, maar het is dus wel effectief. Ze hebben een onderzoek gedaan bij een dikke duizend mensen van verschillende continenten eh, om zo zeker zo generaal mogelijk te zijn. En blijkt al dat ja, bijna alle mensen op dezelfde soort manier fysieke emoties ervaren. En ze kunnen het dan zien in het lichaam van zijn bepaalde regio's van het lichaam nu actiever of minder actief. Um, en zo is bijvoorbeeld dus bij euforie, is heel gemakkelijk, is heel je lichaam eigenlijk superactief. Uh -huh. En bij depressie stopt eigenlijk heel je lichaam mee actief te zijn. Je um, hebt hier bijvoorbeeld ook zo jaloersheid. En dan is blijkbaar je ja, hoofd, letterlijk heel je hoofd, heel actief. En een uh -huh. deel van je hart, maar de rest van je lichaam wordt eigenlijk vrij stil. Nou. Um, en je hebt hier zo nog een paar. Dus je moet dat echt eens opzoeken. Het is eigenlijk wel interessant om te zien hoe dat zoiets hersengebonden, zoiets... Ja, fake ook, want bestaan-emoties of niet, dat is uiteindelijk maar een chemistry-cocktail, ja. ja. maar dat die zo fysiek plaatsvinden in bepaalde delen van je lichaam. Dat dat ja. plaatsvindt in je lichaam, sure, maar in bepaalde delen niet hersenwijs. Ja, er is zoveel dat we nog niet snappen, hè. dus ik zou zeggen van, ja, dat klinkt logisch. Ja, ja, zo, ja. maar vreemd. En ook omdat dat zo universeel is, dus mm -hmm. dan is dat ook echt weer zoiets dat heel eigen is aan um, ja, het menselijk dier te zijn. Ja, ja uh, zeker. Grappig, ze hebben die studie, als ik me niet vergis, bij iedereen getest op, oh ja, het moet een leugen zijn bijna, maar ik dacht minstens, minstens duizend emoties. Misschien ja, dus dat je er zoveel hebt. Ze hebben een test bestaan er 1000 ah, ah, emoties. Ze nee, hebben er, er 24.000. 24.000. Maar je kunt heel veel verschillen, ja, maar hebben. wat is dat dan? Ja, ja, je moet maar eens ja. opzoeken. Blij, licht blij, heel licht blij, heel, heel, heel nee, licht blij, kunt... heel, 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 heel licht blij. Zo dan? of wat? Nee, nee, nee. nee, nee. Of... Je, kunt, je kunt heel. Je ken je bijvoorbeeld soms dat je zo... 24.000. Nee, maar je moet vooral dat denken. Nostalgisch. En dat is bijvoorbeeld dan een iets specifiekere ja. emotie. Oké. Okay. Um, soms dat je droevig bent voor iemand die overleden is, is waarschijnlijk een andere emotie dan droevig zijn omdat je relatie is gestopt. En dus, je hebt heel het... veel verschillen. Ja, oké. Okay. De, de, de oorzaak van uw emotie dan eerder. Ik, ik, ja. Dude, ik ik nou, zou geen 40.000 emoties kunnen opnemen, oh, ja. Dus ik weet niet alle onderscheiden. Maar... de oorzaak van de emotie. Ja, dat okay. zal zeker ja. wel een groot effect. Oké, ja. oké. Okay, uh. okay. ja. Maar ja, ik dat Om cool. heel veel redenen blij zijn, dat klopt. Dat klopt. Sommige ja. je ik om 24.000. Ja. 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 Dus dat is net verhaal Vooral, ja, vooral ja. als er 10 miljoen op mijn rekening staan. Dan ben je echt blij. Dan verandert alles mijn ja, leven. Nee, want nee, nee, ik moet een helft ja. al opzij zetten. Dat is echt. over nou voor jaren, ja, 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 ja. ja, Voor jaren, ja, ja. Je kunt dan die eerste bijeenplumenteert, ja, dat doen. Twee, jaar. En dan voel ik mij droevig. ik Dan ga inderdaad, hé, die twee, drie jaar, je hebt 24.000 emoties ervaren zo vreemd dat je Ay, nee, vreemd, misschien semi begrijpelijk, ja, ja. maar dat lotto winnaars over het algemeen ja, blut worden dan. Ik heb niet meer hè? Dat is zat, Ay, nogmaals, ik heb me wel in beeld me een ik van een spinning ga. Maar ik moet ja, met met natuurlijk zien is. wie doet mee aan de lotto. Ik denk meer mensen dan je denkt. Oh, heel veel mensen sowieso. Maar wie doet dat echt op frequente basis? Ja, bent... Mensen dat er echt op hopen, denk ik eerder. Oh, dat is nu ook mijn eerste gedachte. Je, je hebt sowieso categorieën van mensen dat Mensen hè, die, die, die elke trekking meedoen. Um, dat kan voor traditie zijn. van, oké, okay, dat is gewoon onkostelijk. Mijn Netflix-abonnement ja. kan zijn. Uh, een gokje wagen. Ja, maar sure. Iedereen twee, heeft zowel zijn slechte dingen. Mensen is. dat er echt gewoon voor leven. Ja. En erin geloven, ja, het gaat ga worden. We zouden eigenlijk is, en dan is het die sporadische gebruikers. Ik ben eigenlijk heel verweren. nieuwsgierig naar de vraag die je nu stelt. Zou er een studie zijn, waarschijnlijk niet, want hoe directeerd is, met iedereen een interviewen, misschien is dat wel gebeurd. Maar is er een studie die zegt hoeveel, um, ay, of, of de, alle Lotto-winnaars die ooit hebben gewonnen, pakt in Europa, en dat er waarschijnlijk mm -hmm. wat soortgelijke wetgeving is um, en structuur, die, wat was die hun um, uh, frequentie van mee te doen en zo? Mm. En. Afhankelijk van die frequentie, of hoe vaak, of dit of dat, he, bepaalde metrics, ik weet niet specifiek welke, zou er dan een verschil zijn wat er wordt omgegaan met dat geld of niet? Het hmm. zal wel bestaan, zeker? Ja, misschien. Data is er, hè. Of dat die verder geweest. Dat weet maar ik niet. lijkt me wel interessant. Maar ze hebben wel... Ja, nu je kunt, dan moet zo'n opleidingskeu volgen, hè. Zo'n programma's, hè. Programma's, programma's, maar ja. Yeah. Wat zijn die programma's? Dat is gelijk... Dat, is gelijk. dat zijn zo'n drie les, waarschijnlijk. Je ziet dat je niet de zo, zot boys. Ja, maar uiteindelijk... Maar echt niet, hè? Ja, ik maar goed, ja, maar je moet denken. echt niet, hè? Je moet denken. Hier is, dat is. Alweer? Maar je moet denken dat is zo'n verplichte. Sorry. Dus uh. je uh. denkt oké, okay, als ik Plus, je vier minuten. Plus vier minuten. Nee, maar die zit er zo. Verwijderen, hè? Uh, dat, dat denk ik niet, hè. Dus um, dat is gewoon sensibilisering en bij sommige mensen zal dat werken, maar. Ja, maar tussenin willen mensen er echt zo, oké? Okay, nog 4 uur. en Ik heb tien miljoen Nog 4 uur. En ik dat heb tien minuten. doe het hoe gefocust oh, ja. je zijn als je net tien miljoen wint en je moet dan een opleiding volgen van: spendeer niet te veel geld. Ja, niet doen, hè? Dat is, dat is letterlijk. Van, je zit toch constant gewoon plannen aan het maken in je hoofd, 24-7, van wat ga ik hier nu mee doen? Dat is echt letterlijk van, hey, dat is een vrij grote levensgebeurtenis, zal ik zeggen. Zeker, ik de meeste mensen gaan dat dan niet verdienen. Dat je op een niveau onder uh, leven en dood kunt steken, misschien bijna. Wacht, ik kan ik, ik weet, volgen. Wel iemand sterft in hun leven of verliest iemand in hun leven. Dat is een levensgebeurtenis dat heel mm. intens is. Het probleem is. Uh, Pak daar daaronder, dat misschien ineens ja uw welfare of compleet dat heeft impact op alles van uw leven. Ja, maar ik zou bovenaan bovenaan zetten het sociale, want we zijn altijd inderdaad wel al gefocust op mensen. Oh, wel, ja. ja, maar een relatie die stopt kan misschien ook zo intens voelen. Ah, ja, ja bent dood. Oh, ja, het ah, is ik geef maar één voorbeeld. Ja, uh, het is erom één voorbeeld. Maar het zal zeker hoog oh, wel, staan ja, dus, op de dus, dus dat is letterlijk gebeurt. Dan, dan staat dat toch 24/7 in uw mind. Ik denk ja, wel, ik ja, zei, Wij waren er juist zo super schoon. Cool. Het zo'n impact in je leven, dat is een levensgebeurtenis met een kei grote impact, dat dat gewoon 24-7 on your mind zit, dat je daar constant over nadenkt. Dus welke aandachtsruimte heb je dan over een gast die daar inderdaad zo even zit te zeggen voorzichtig, hè? Ja, het is dat. Nee, maar 100%, ik denk, hè, we waren juist al supercool, maar er zouden niet te veel wijzigen in mijn leven. Maar uh, dat betekent niet dat wij in zoiets hebben van. Fuck, Dude, fuck! fuck! The brain will go wild. Fuck. Het is daarom dat Sowieso. je inderdaad zoiets eigenlijk met hebben van. Kijk, ik ga mijn jaar opzij was, zetten. Hoeveel want? zelfcontrole heb je zelf al initieel? Ja. En hoeveel heb je nog sturing nodig van anderen dan? En dan komt het kruisysteem van pas, hè? Slechts 100 k per ja. dag uitgeven. Ja. Komt ook weer de vraag: <laughs> kunnen mensen zichzelf sturen of moeten ze gestuurd hebben? Doe die vraag blijft blijf onbeantwoord. Te ja, blijf ik wil, Maar het probleem is, om heel eerlijk te zijn... Sommigen wel, sommigen niet. Nah, maar wel, zo niet. Nee, maar ik vind even, je moet een extreem kiezen. Nu, ik denk dat de natuur van de mens zegt, mensen kunnen eerder zichzelf sturen, maar ik denk dat je in het begin... Of, of, of als denk je genoeg nou, moet als sturen... Als naar de, de natuur kijk, om, dan zou ik andersom zeggen. Ik zeggen, wacht, hè, maar ik was, ik was nog niet klaar. Ja, okay. um, maar dus, hè, dus, ik denk dat mensen van nature eer zichzelf kunnen sturen. Ik denk dat we allemaal de capabilities hebben, om het zo te zeggen. Buiten uitzonderingen, maar dan bedoel ik. Mm -hmm. Fysieke beperkingen of voilà. Maar de mop is, of de paradox is. Ik denk dat er sturing moet zijn voordat je dat kunt doen. Dat is een beetje gelijk. Stel, maar stel Nu bevoor... gaat je er al vanuit dat de noodzaak daar is voor iedereen. Ah, wacht, wacht, maar stel bijvoorbeeld. Ik wil een nog één mogelijk. voorbeeldje geven. Van, uh, ik wil leren autorijden. Heel stom voorbeeld. Ik kan alleen leren autorijden. Het is een slecht voorbeeld, maar het is on the spot. Um, Als iemand mijn auto leren aanrijdt, en dan kan ik, ik zelf gaan auto rijden. Maar ik heb wel eerst even een hey, Kom, hey, um, Zo schakelend in zo dat. Zo wordt he. het nu abel, vooropgesteld. opgesteld. Dat niet abel, maar, iedereen zo heb ik heeft van. Ja, maar heb ik gezegd, heb dat, gezegd dat het een slecht voorbeeld ja. was? Ja. Maar, dus daarom dat ik denk van. En daarom komen we automatisch terug een beetje in de educatiefield. Dus ik denk dat we mensen moeten voorzien van genoeg informatie tijdens die fase waarin die je hersenen zich vormen en je wereldbeeld. Maar ik geloof dan wel achteraf, hè, dus daarna even een bepaald moment, dat je, dat dan een hele solide basis is waarop dat je dan eigenlijk kunt stellen. Volgens mij kunnen mensen nu eer zichzelf sturen. Maar dus, ik geloof het is inherent aan de mens verbonden. Maar ik denk wel dat, het een, ja, dat je toch wel wat tools en tips en tricks moet voorzien in het begin, en dan zij eigenlijk aan het sturen, uh -huh. um, om dat te kunnen creëren. Dus dat is de paradox. Je moet mensen sturen om ze uiteindelijk zichzelf te kunnen laten sturen. Maar dat is een gevaarlijk antwoord. Want nee, dan is het afhankelijk van het. waar dat je doel is, kunnen we dan zeggen dat ja, we mensen in een goede richting het sturen. En dan komt er een dictatorship die heel egoïstisch is. Ja, ja, absoluut. Sorry, ja, zeg maar. Maar als je echt. Ik snap wat dat gevolgde, volledig. Want ik weet natuurlijk ook niet het antwoord. En het lijkt als een vrij oké okay structuur. Um, maar als ik gelijk ga kijken naar natuur. Mm -hmm. Dan zou ik eerder denken van, de meerderheid is niet gemaakt om zichzelf te sturen, maar eerder gestuurd te worden. Omdat je altijd wel een alpha male of een tribe leader of whatever hebt, dat dan de meest aanstuurt. Of die, die het aandeel in de groep is meestal één of meerdere, of enkelen. Uh, je hebt hiërarchie, als je de, dat wilt oh, stellen. Ja, sure. hiërarchie, voilà. Um, en er is maar één dat aan het meestal. Of een klein groepje, of een select groepje. Ten eerste... Um, wacht even. Um, natuurlijk moet dat ook zien in zijn huidige tijdsge... Uh, maar het lukt huidige vandaag huidige, niet. <laughs> dat is hier Sorry, is okay. nee, lief, het is hier en daar. Het is oké. Het gebeurt. Je moet het ook een beetje zien in de huidige tijdsgeest, natuurlijk. Hè. Want toen was er dat, nu is er dit. Maar uiteindelijk zitten we vandaag ook wel in monarchieën, presidentschappen, cetera. Etcetera, waar je duidelijk die hiërarchie ziet. Je hebt de politie, je hebt het leger, en je hebt dan daarboven nog het en de koning mm -hmm. en ministers sure, ja, ik, ik volg, de yes. leiders van de wereld. En gewoon de common man. Dus we zitten nog steeds in die hier... Bla, my shit, zeg, mannen, Hierarchie. Hierarchie. Um, dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat het eigenlijk nog steeds in een andere vorm wel terugkomt. Oké, okay, maar ik denk... Het grootste aandeel versus het kleine aandeel. Het argument dat je maakt is heel sterk. Nu, dat is gezien op vlak van uh, werking van een land... Of, of staat of, of dingen natuurlijk. Als je trekt naar personal, personal life en dit en dat, dat is iets nieuw. Dat is iets vrij recent en nieuw van de laatste honderden jaren. Dus ik denk dat we vandaag de dag gewoon niet in staat zijn om die vraag te kunnen beantwoorden, aangezien dat we eigenlijk het uh, tegengestelde, wat eigenlijk nu de vraag veroorzaakt, nog niet lang genoeg in Trading is, in, in dingen is. In, ik ben, in omloop. Uh, omloop is. Ik, ik denk, uh, dus uh, het argument dat je maakt van uh, de structuur die we nu hebben in de samenleving, ik denk dat is eigenlijk een, een heel nou, fucking goede opmerking. ik goed niet. Uh, nee, maar dat is een heel goede opmerking, want ik ben, uh, eh, dat, is een, dat is een heel goed tegenargument. En ik geloof eigenlijk wel dat zoiets altijd nodig is, maar ik denk mijn tegenargument daar zou zijn van we hebben nu helemaal gewoon mensen die liever iets doen. dat. Een, nah, erover nadenken om eerlijk te ja, zijn. Ja, het is complex. Absoluut. Dus, maar inderdaad, mijn eerste reactie er juist was van... Denk dat dat een iets te letterlijk antwoord is op de vraag? Want je hebt wel een soort van structuur nodig waarin de mensen zich kunnen... En ik denk niet dat ik bedoel, moeten mensen eerder gestuurd worden of niet. Denk ik denk niet dat we moeten zeggen, oh, je mocht eigenlijk mensen vermoorden of niet vermoorden. En zie maar, want we gaan ervan uit dat je jezelf kunt sturen. Dus ik geloof wel dat er een soort van kader moet zijn, um, waarin het moet zijn. Maar als ik dat zeg en geloof... <coughs> Excuseer dan zeg ik eigenlijk al dat ik geloof dat, dat mensen eerder gestuurd moeten worden. Um, dus inderdaad, ik denk dat het heel belangrijk is dan om de opsplitsing. Helemaal oh, ja? Tegen, ja. Ja, ja dat heb ik. dus ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om de opsplitsing te maken als collectief en als individu. Mm -hmm. um, en dan denk ik dan wordt het al interessant. Hè? moet een collectief eerder gestuurd worden of zichzelf sturen en moet um, een persoon, een individu oh, ja. eerder zichzelf sturen. en dat individu sturen. is vrij recent. Uh, wel, ik zou eerder zeggen duizenden jaren, maar het is sowieso geen honderdduizenden jaren. daarover zijn we het sowieso eens. Um, maar, maar ik denk dat inderdaad eigenlijk grappig, want ik heb het nog zo nog niet bezien, maar ik geloof dan eigenlijk dat het collectief eerder gestuurd moet worden. Maar dat is een geschifte opmerking. Ik wist niet dat ik daar zo over dacht, om eerlijk te zijn. Mm -hmm. uh, maar als je gewoon kijkt naar de realiteit, dan is het eigenlijk van, ja, want het is heel dat er nu al is. En er zijn ja, ja. eigenlijk, en de, laten we eerlijk zijn, ook al zijn wij tegen sommige regels en zeggen wij mm -hmm. fucking dictatorship ja, is whatever. Niet zou zijn. Op, op is het, het eind van de rit merkeen, is het meer een deel echt wel van, mm -hmm. doe je ding, hè. Nu, ay, we, ay, dus je merkt wel, omdat maar, die andere factor, wat dat je dan wilt zeggen, het individu... Mm -hmm omdat je zoveel aandacht krijgt de laatste jaren, of tientallen, of duizenden, of honderden, ja. maakt uit. Omdat je zoveel in aandacht heeft, dingen komt de ander onder druk te staan. Wees een klein beetje specifieker. Gewoon. De, de, de power, letterlijk, van vroeger, oké, okay, was... Ze hebben eigenlijk hun eigen een beetje in het, in het mondje... Allez, hoe zeg je dat? In het, uh, ik kan het niet opkomen. Ze hebben eigenlijk hun eigen gefakt, een beetje. De, het collectief. Omdat vroeger een koning niet akkoord, kop eraf, move on. Mm -hmm. Wat hebben ze nu gedaan? Regulatie, regulatie, regulatie. Meer geluisterd naar het volk, democratie. Da, 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 da. Democratie wordt sterk. Hens individuele ontwikkeling. Hens doodstragen en dit en dat weg. Wat dat goed is natuurlijk. Maar oké, okay, nu het geweld te maken met opstanden en dit en dat. En als die een beetje te groot worden, ja, de koe. En voilà, gedaan met uw uh, regering of ja. En zo zie je dat nog steeds in andere landen. Dus het is nog steeds een gevaar en het komt meer en meer onder druk te staan doordat die, die individu groep meer aandacht krijgt op dat vlak van wordt gestuurd worden zelf okay. of niet. Ik heb, twee, ik heb twee antwoorden. Eén, ik ben recent de docu, documentaire begonnen zien. Docu, documentaire top. Um, het lukt dan vandaag bij niet. Dat is twee Dat <laughs> How to Be a Tyrant. En dat is dus een documentaire met een licht sarcastische toon. Heerlijk, uh, super interessant mm -hmm. en heerlijk. Um maar dus daar komen eigenlijk die vragen ook allemaal een beetje aan bod. Hoe wees je een tyrant? En eigenlijk, als je zegt, mensen zijn onder druk, ik hoop eraf, en, en fear en al die dingen. Mm -hmm. Ik ben nog niet volledig uit, zijn 6 afleveringsgesmaar Maar, maar je ja, zijn veel docenten in 6 afleveringen. Ik zeg telkens uh, dat is van zes afleveringen. Sonder matrix. Ja, dat is duidelijk. Uh, maar heel interessant. Ik ga, ik ga die verder uitzien en dan kom je er misschien even op terug, want het is wel interessant. Het was een um, Blinders peakblinder zelfs. En anders. By the way. <laughs> uh, en anders, uh, ook wel een interessante vraag. Wat betekent het om jezelf te sturen? Want we zeggen, want we gooien altijd vraag, maar ja. met die woorden van, precies allemaal eens zijn over wat dat betekent. Maar, want uiteindelijk, eh, we hebben het helaas eh, er ook over gehad, maar mijn opvoeding heeft mij deels bepaald. Eh, misschien heb ik mij Toen er tegen gezet, of misschien ben ik akkoord gegaan, maar ik, omgeving. ik oh ja, ik heb iets gezien en ik heb een reactie gehad. Maar als ik dat niet had gezien, had ik die specifieke reactie niet en had ik misschien een volgende mm -hmm. gedachte niet en een volgend gedrag niet. Mm -hmm. En dus, dus, wat betekent sturen? En, dan komen we eigenlijk automatisch, fuck, hebben een metagesprek. Dan komen we eigenlijk automatisch bij de volgende vraag bestaat free will. Ah ja, want dus sturen ja. is eigenlijk het ja, idee ja, 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 dat je ja, ownership ja, ja. het. En eigenlijk Tuurlijk. het beste antwoord daarop is heel misschien een beetje. Ik denk dat dat heel realistisch is. Heel misschien een beetje. Ja. Maar dat is een kut antwoord. Dus ja, ja om in ja, ja. terug te komen, dan moeten mensen gestuurd worden. Hè. Ja, dat is iedereen zo gewend. We zitten heeft. vandaag in een of andere beweging dat als één ene mens iets wilt en zegt uh, ook al is het zo absurd of niet, is het nee. Twee mensen? Nee, nee. Drie mensen? Nee, nee. Ja, ja. Vier, vijf, zes, zeven, acht, tien, honderden mensen? Huh. Ja, ja. Huh. En het is maar dat, hè? Maar en wij zijn geëvolueerd om dan normaal dat ah, wel. principe te hebben, hè? Voilà. Maar als dat de norm wordt, zitten we met een enorm probleem. Want we hebben niet de capaciteit om de mening van elke keer een groepje van honderd mensen te behandelen. Of maar moet dat het wel hoeft zijn? Het ook niet. Ik weet het niet. Ah, wel. Voilà. Dus, maar daar zijn we nu, of zijn we nu heel dichtbij wel? Maar ik geloof wel uh, dat er een soort... Nou, nah, godverdomme. Complex, man. Like, is, ik ben, ik ben is, verbaasd door de yeah. complexiteit. Want ik, ik wou eigenlijk antwoorden, maar ik weet ook al niet of ik akkoord ben met mijn eigen antwoord. Mm. Maar kijk, ah, het, is, het is hilarisch. Ik weet niet wat nee. ik hier zeg, of dat hij juist is of ik, niet. Ik ga, ik, ga hilarisch zeggen. ik ga iets hilarisch zeggen, want het, het, de paradox... Het, het is duidelijk mm. dat mijn systeem aan het breken is. Uh, want mijn antwoord ging zijn... <laughs> ik geloof eigenlijk wel in een zelfregulerend mechanisme. <lacht> 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 eh, met die meningen. Nu, het uh. ding is, ik denk dat daar mijn antwoord wel een beetje geldt. Mm -hmm. um, want ik geloof wel dat dingen zichzelf reguleren. Um, nu... Dat en die, dat die corrigeren. Als je het op lange termijn gaat bekijken, gaan we, als we deze fase dan toch doormaken, gaat er ook wel een antwoord uitkomen. Maar het is weer al nieuw. Het is, er zijn, vandaag de dag zijn er zoveel nieuwe dingen dat we eigenlijk nog echt niet op zo'n lange termijn hebben gezien op alle soorten vlakken. Dat er zoveel nieuws samenkomt dat eigenlijk heel weinig mensen de weg nog weten. Want alles, alles. Alles wordt in vraag gesteld. En hoe meer dat, dat ik dit nu zeg... Ja, ja, absoluut. Maar hoe... Hm? Nou, ja, daarom, we zijn hm? constant ons zeggen dat het ah, Ik vind het heerlijk. Of dat dat goed is of niet, ik weet het niet. Maar ik voel nu, door dit gesprek ja, te voeren, ja. eigenlijk van... Er wordt zoveel in vraag gesteld, dat je eigenlijk na een tijd zoiets hebt van... Ja, waar sta ik nu voor? En waar moet ik nu voor staan? En... Wat wil ik? Wat denk holy, ik? Holy wat shit. denk ik zelf? Boys and girls, we hebben hier een live identiteitscrisis. <laughs> maar, maar het is wel zo. Soms, soms is gewoon de impact van inderdaad gewoon die vraag. Want je hebt altijd twee kampen en inderdaad, mm -hmm. er wordt zoveel in vraag gesteld dat je zo naar jezelf gaat kijken. Oké, okay, wat vind ik? Wat voel ik? Um, en als je dan in een minderheidskamp uh, bevindt, zal ik zeggen. Wordt het al heel moeilijk om daarover uit te komen in de huidige maatschappij? Um, Oké, okay, wacht. Okay, of wacht. is het sowieso een gevaar? Ik kan even met onderbreken, want je hebt een aantal dingen al gezegd. Ay, tenzij dat je, nee, 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 maar zeg um, maar. Zo. Dus... Um, dus je, dus je hebt een paar dingen gezegd. Ik denk, um, één, jezelf in vraag stellen leidt tot eh, een soort van identiteitscrisis. Op een bepaald moment weet het niet meer. Sure. Maar um, liever daar dan denken dat je het altijd wist en dat je nooit een crisis hebt. Mm. En ik ben er zeker van, net zoals met alles. Stel dat je eh, zo'n crisis hebt, laten we letterlijk binnen twee jaar babbelen en dan gaat de. Relatief duidelijk antwoord hebben gehad. Een worst case de scenario. De vraag blijven komen misschien. En voilà, en wacht, een worst case scenario. Hmm. Komde tot het antwoord: hè? questions are the answer. Of dus... komde tot het antwoord: mensen moeten gestuurd worden. Ja, maar we, uh... dat kan ook. Nee, nee, maar, uh... Als je daarin blijft zitten, zal ik zeggen. Oh ja, wacht, maar, wow, we, moeten, echt, yeah, we zijn zo zijn conceptueel veel, aan het babbelen yeah, dat het echt yeah. moeilijk is om de aandacht te houden. Uh, maar dus, dus, ik denk. Ah, we zijn er bijna. brain crash. Uh, fuck. <laughs> ja, ja, was uh, nee, maar we zijn zoveel dingen, zoveel zware topics mm -hmm. aan het aanhalen. Of, of toch hetgeen wat er allemaal achter zit. Dus ik denk, die crisis is gezond, want dat dwingt u om na te denken... Zit je aan het wijzen naar iets? Uh, dat dwingt u om na te denken over wie ben ik, wat ben ik echt en blabla. -bla. En het gezonde daaraan is, dat is ook de moment dat je beliefs cracken en dat je ook uzelf in vraag stelt. Niet alleen de wereld, niet meer, maar uzelf. En dan beseft u mm -hmm. eigenlijk, dan wordt er volgens mij een tikkeltje... Nuchterder, omdat je dan eigenlijk in het gedachtepatroon komt: niet iedereen weet alles. En ik zeker ook niet. Dus ik geloof mm. wel nog steeds: question or answer is goed. Want uiteindelijk komt dat ja, wel antwoorden van stabiliteit. Ik heb zelf heel hard gestruggeld met identiteit. En wat dat betekent, en hoe dat ik daar ook mee vast zat. Maar ik ben uiteindelijk gewoon uitgeraakt door gewoon te zeggen: het antwoord is uiteindelijk dat we het niet weten. Maar je moet daar een beetje vrede mee hebben met het antwoord. Je moet, dat niet, je moet dat niet proberen te overcompenseren. Met te zeggen: oh, ik ben keard pro -duf. Oh, ik ben keard pro -duf. Want dat is het gevaar. Mm -hmm. Dat je het niet aan kunt. Dat je zegt: fuck it, ik ga gewoon voor iets anders als het, 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 het gevaar ligt daar ook wel van constant in die onwetendheid te zitten. Nee, maar dan ik, gaat je nooit in Ah, voilà. Maar dan had je nooit een... een... Maar je, je Allez, bent... Ik snap het. hè? Je zit nu filosofisch. Ja, ja, je wilt altijd dichter en dichter komen door, door vragen te beantwoorden met vragen, om dan betere vragen te kunnen stellen. Ja, maar je ja. Maar het blijft een zoektocht naar het antwoord. Klopt, maar ik bekijk het nu iets te filosofisch. En waarmee ik nu praktisch horen is, een menselijk brein werkt niet 24 op 7 op, op zo'n filosofisch niveau. Op een bepaald moment zegt je brein, ah, ik moet gaan slapen, ah, ik moet eten hebben, ah, ik moet werken. Ja, ja. Hè. Dus uw hersen zit niet constant in zo'n filosofische... Um, mindset, waardoor dat die questions u maar op bepaalde momenten overloaden en niet op dagbasis. Nu, het kan goed zijn dat je ze een maand aan een stukje, dat je het allemaal niet meer weet. Hè. Ah, maar, 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 ik maar als de food en de dingen en de sleep allemaal zijn vervuld en je hebt nog tijd open, nee, maar je hebt over, morgenen. elke dag. Ah ja, alla. Alla. maar dat is goed. Alla. Alla. Ik zou graag alla. willen alla. dat mensen dat zo vullen. Mensen vullen nu op met Netflix. Dan heb ik liever dat ze een tijdscrisis alla, in hebben. Als ze dan elke keer opnieuw een nieuwe vragen moeten stellen en geen antwoorden krijgen, ook niet door beerdere vragen te stellen. Dat, dat kan niet. niet. Ik dat weet kan niet Nee, dat is nee. niet waar. Want op een bepaald moment, stel dat je constant dezelfde vraag stelt, en dan komt niet tot een antwoord, dan komt er op zijn minst tot de vraag: is deze vraag relevant? Is deze vraag praktisch? Heeft die, wat voor impact heeft hij? En dan komt op zijn minst tot andere vragen over je vraag. En dan maak je wellicht, wellicht, wellicht ook een antwoord. Want je maar, kunt... maar je kunt ook blijven cirkelen in. Nee, soms ja. zeker. Je kunt. Gek worden. hè? Hmm. <laughs> nee, da dat, is, dat, is geen, dat is geen motto. Ja, je kunt het verliezen. En dat, dat kan iedereen overkomen. En ik denk wel dat je zelf kunt verliezen. Op, op heel veel niveaus. Je kunt ook verliezen door geen vragen te stellen. Dus als je, oh, hem verliest, je een dan verliest, doe het dan. Je hoort een een plant, whatever, dat kan ook. Ja, maar tuurlijk. of je kunt heel vastzitten in je in visie, het ah, in een, in visie, een, in he? een, een foute visie. Ah, wel, dus dan heb, een... ik, dan heb ik liever foute dat we is allemaal in een psychose word, maar... gaan, omdat we het allemaal niet weten, dan dat we gelijk nu polariserend allemaal denken dat we het antwoord hebben. Met liever één grote groep psychosen? Ah, ah wel, Dat zegt je nu, hè? ik ben me even die wereld aan het deel. Holy shit. Vreemd. Of welke vraag ik, of ik? Dat, ik weet niet of dat het antwoord is, maar... Maar om eerlijk te zijn... Als je let, dat ik in de lijst komt, en je hebt er zoiets van... Allemaal zombies Allemaal, dat er rondlopen. Zo als... van... Ja, ja, Allee, stel je dat gewoon. Is voor. de grond echt? <laughs> bent jij hier? hier met dat constant echt al zo duizend keer hetzelfde zakjes, zakjes chips heeft gescand. Tip. Tip. Ja, maar nee, nu, je, vra je vraagt het er dan, dat dan over... wat er aan het doen is. Tip. Maar nu bent je over hetzelfde. Stel dat, dat als... 24-7. Tip. Maar... Wanneer, wanneer we aan sluiten. Dit heeft niks Tip. meer met vragen kan stellen he? te maken. Nee, maar hè? Dat, is nee. wel, dat is wel nee. gek worden. Ja, dat is gekheid. Da, 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 da is niet... Want hij heeft een reden, hè? Hij heeft een reden waarom hij die duizend keer heeft gescand, hè? Omdat ja, ja. er iets aan het onderzoeken is. Zeker? Zeker dat? Piep. Zeker dat? Piep. <laughs> ik denk dat je nu zeker aan het simplifieren nee, bent. Nee, maar het is effectief in de, over de realiteit. Niet veel, nee, maar, maar voilà. uh, voldoende u zelf, om zoiets Stel te jezelf nu een vraag. Het is echt een heel goed moment. <laughs> nee, we hadden het gewoon over de wereld vol met mensen met een psychose. En ik wou gewoon zeggen, dat is volgens mij ook niet het antwoord. Dan denk ik dat we nu... Ja, maar we waren ook... Dat was ook een dus de sarcastisch vraag was antwoord. Hè? Irrelevant. Nee, het was een sarcastisch antwoord. Ik heb zelfs het antwoord. Jo, uh, diep genoeg. Maar, maar interessant. Ik moet hier nog verder over nadenken. We komen hier zeker op terug. Want uh, diep. Ja, het is, dat is het probleem. Hè? Hoe moet ik het zeggen? De wereld. Is zo complex en bestaat uit zoveel facetten en je kunt constant ingezoomd en uitgezoomd kijken, maar beide zijn waar en dat verandert je mm. antwoord. Dat is mm. het probleem. Soms kun je ingezoomd kijken en dan kun je zeggen, ja, maar zie je de bigger perspective. En dan kun je zeggen, ja, sure, maar dit kleine probleem is er ook. En dan kun je uitzoomen en zeggen, ja, op grote schaal is er dit probleem. Ja, maar eigenlijk is het op klein alles goed. Dus het ding is, ja. oh, dat is mooi eigenlijk. Dat, dat is, is, is zo'n zo paradox. Er is. Wat? De, ik hoop dat als luisteraar je ook een beetje ervaart wat wij nu denk ik voelen. Maar en het, is zo die... het ding is, als luisteraar heb je nu ook allemaal je eigen ideeën en eigen stellingen. En wilt je tijdens het luisteren zo Ja, ga, dat zeggen, hè? Dat is goed. Ja, nee, ik keer het zo nog met, niet bekeken. Want we uh. kunnen niet in dialoog treden met u. We zullen misschien ooit een live uh, ja, episode doen en dan vragen. Vragen. over zo'n topics uh, ja, 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 ja. zeker boeiend. Absoluut. 100%. Ja, zeker geweest. Um, ja, we kunnen het heel even over iets anders hebben, maar we moeten even ontnuchterend no, bij het het is luchtiger. <laughs> um, nee man, ik kan, ik ga het heel even zo houden dan. Um, wat, ik, wat ik over laatst was aan het zeggen. Um, uh, sorry, of, of, eh, dus ik ben een tijdje terug gestart met uh, piano leren. Nu dat, dat klinkt veel zwaarder dan het is. Uh -huh. want Ik suk, dus ik probeer altijd gewoon kleine stukjes muziek uh -huh. te leren. Uh -huh. En die gewoon letterlijk repetitief gelijk een fucking uh -huh. aap naleren. En dan op een bepaald moment ken ik dat repetitief en dan denk ik oeh, maar ik ken echt helemaal geen piano. Nu, ik ben muzikaal niet dus, aangelegd. En daarover zijn we het eens. Hè. Ik, ik ben muzikaal niet aangelegd. U bevindt u eerder in de groep van niets? Voilà. En ja. ik, daarom dat ik het ook net leer, hè? omdat ik ook die capabilities wil unlocken, of toch deels okay. om te zien wat dat doet met mijn brein. Noe, no. <laughs> los daarvan. Ik was over het laatste stukje aan het spelen, en dat was super vreemd. Dus misschien begin ik stil aan een beetje muzikale gevoeling okay. te krijgen. En ik was aan het spelen, en ik speelde een nieuwe noot, een nieuwe akkoord. Akkoord. Uh, <laughs> uh, nee, 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 dat kan wel zo. Um, Dus een, nieuw, een nieuwe... Al mijn handen, al mijn vingers waren verplaatst akkoord. tegenover de voren. Akkoord. Oké, okay, akkoord. <laughs> en, uh, en ik had het fout. Hmm. En, maar het, het klonk niet vals, dus ik had het juist, maar ik had het geswitcht met een, een stuk dat ik op een ander moment moest spelen. Mm -hmm. En ik kon horen, maar ik weet nu niet wat het verwachtingspatroon is of niet, maar daarom dat ik het nu eens wil vragen. En ik kon horen dat dat niet logisch was. Mm -hmm. En ik was aan het denken, gek... Ik heb het hier dus even. Vreemd dat je muziek kunt begrijpen. niet zozeer op emotioneel niveau. maar gewoon de logische, technische opvolging. van een volgende mm -hmm. noot, et cetera. En ik dacht. Dat het gewoon fout klinkt. Een valse noot. Nee, nee, een valse nee, akkoord. Nee, nee, dat heb ik net gezegd. nee. Dus echt de opvolging van de volgende noot. Dat is gelijk als ik zeg A. dan zeg jij B. Mm -hmm. hè? Muziek kan ook opvolgen. Ja, of kan ja. minder sens maken. Omdat je heb... het nummer kende. en, en het ah, het was niet het juiste akkoord. Nee, want ik was. Dat is mijn vraag. Dus je moet, de vraag ja. is: kun je logische opvolging van akkoorden horen of niet? En niet, je kunt perfect, er zijn zoveel juiste tonen. Mm -hmm. Je kunt een toon spelen, je kunt een andere toon ja. spelen. Maar kun je logische opvolging van akkoorden creëren? Als je creëren? probeert dat nummer na te spelen, dan hoor je gewoon dat dat nee. fout of juist is. Nee, maar globaal, mm -hmm. je ja. verstaat mijn vraag niet. Ah, dingen die op elkaar passen. Ja. Dat is een breed spectrum. hangt er vanaf in welke stijl. De Volgens mij zijn daar heel veel factoren in. Nee, ongetwijfeld. Maar ik bedoel, maar kan dat, dat dat logisch is? Zou iedereen het erover ja. kunnen eens zijn dat iets logisch is of niet logisch? Dat bedoel ik. En bij iedereen bedoel ik 90% altijd, dat is altijd. Um, twee opeenvolgende noten, kunt kun je dan niet zeggen. Je moet het als meer geheel okay, bekijken maar, dan. Oké, pak dan even tien, Allee, ja. ja. Want ik was heel nieuwsgierig. Ja, ja dan wel, ah, wel denk ik. Ik... Ah, ik denk dat tien genoeg is, ja. Ah, ik vond dat heel interessant, dus ik had dat zo... Want dat en... is ge... een geheel. Ja, ja. Je hebt altijd uh, een B- of een B-major of een gewone. Hmm. Um, en als je een, een geheel hebt van tien, en er zit er misschien één keer in of twee keer, het moet altijd herhaling, want je hebt ook maten. Ja, ja. In vierde, in achtste. Dus het moet kloppen in het geheel. En dat is het ding. Jawel, dus maar... met twee of veel opeenvolgende kunnen we dat niet zeggen. Misschien, misschien niet. Ah, nee, het, nee, van, oh, mijn is goed, het achtergedeelte in je hoofd van, zo is het nummer, en daarom hoort oh, ja, je dat het nee. fout is. Dus oh, dat, met mijn ongetrainde brein... Maar ik voelde zo van, hé, hey, dat voelt logisch. En ik voelde dat het zo technisch logisch voelde. En ik dacht van, eigenlijk wel interessant, want dat is een beetje met als je een nieuwe taal leert. Ook al kun je op een paar manier je kunt dat er vrij snel voelen. Hmm, dat is logisch, of hmm, dat is niet logisch. Ja. En ik dacht eigenlijk, en ik weet het nu niet, ik heb het helaas niet opgezocht, maar... Is muziek een soort van taal? Zo zou je het kunnen noemen. Want dat is wel interessant. En zijn we dan eigenlijk allemaal Want je kunt dat ook neerschrijven en lezen. Hè? Ja, dat is je kunt waar. dat letterlijk horen in je hoofd. Hè? Als jij een notenbalk hebt en je schrijft je noten daarop met uh, ritmes erbij, dan kan ik dat letterlijk lezen en horen wat dat jij bedoelt. Dus ja. ja, dat is een taal. En wat is gelijk. Ik zeg: ik naar de auto gaan. Je hoort, dat is niet nee. logisch. Oh, als je daar een betekenis achter steekt, als je daar letterlijk een understanding achter steekt, achter die noten en ritmes, kun je daar sowieso ook communicatie mee voeren. Absoluut. Oh, ja, maar maar dus ik wil maar gewoon zeggen, van, het zou interessant zijn als ons brein God, cool. dat werkelijk interpreteert dat best, best als cool. een taal. Maar ik denk dat eigenlijk wel, want hoe meer ik dat leer, en mm -hmm. ik ben in ieder geval ook Japans aan het leren al mm -hmm. iets langer, mm -hmm. maar ik begin de gelijkenissen te voelen met hoe dat je niet weet waarom, maar iets onlogisch voelt. Mm -hmm. En je weet niet waarom. Omdat, je kent misschien wel hier en daar wel een regel, nu het is al duidelijk dat ik van piano geen enkele regels heb geleerd, ik ben gewoon <laughs> praktisch aan het naspelen constant. Maar, um, maar ja, ik vind dat interessant, want als muziek ook een taal is, en makes sense, want uiteindelijk zijn woorden muziek. Mm -hmm. Hey, woorden zijn muziek. Um, um, ja, nee, ja. Als je nee, zegt... nee, biologisch gezien zijn I woorden dood. muziek omdat er Ja, omdat het vibraties dat ja, okay. Dus uiteindelijk ja. is muziek een taal, maar dat is cool om te zien hoe muziek dan werkelijk als taal in je hoofd kan ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en ik vond het gewoon een, een, een boeiende vraag, maar je hebt dus eigenlijk wel geantwoord, hè? dus het kan hè ik, ik had gewoon ineens die dingen van, ah, is muziek eigenlijk een taal? Mm -hmm. En ja, ik denk kan. eigenlijk dat het kan. antwoord eigenlijk. ja is. Yes. Dat is supercool. Ja, absoluut. Je hebt zo... Als je... perfecte voorbeeld daarvan mm -hmm. is een uh, stukje uit de Simpsons movie. Stom voorbeeld, maar de dom wordt gezet. Uh, Lisa Simpson zit uh, aan de buitenkant van de dom En ze heeft uh, daarvoor net zo een semi-vriendje leren kennen. Die zit aan de binnenkant van de dom En die mm -hmm. pakt zijn, uh, Ze zijn gescheiden. En die pakt zijn gitaar. Pa la la. begint te spelen. En ze luistert. Uh, ze kan het niet horen, want de dom zit ertussen. Het doet de gitaar weg. En ze schrijft letterlijk de noten op de dom. Ah, ja, ja, ja. Ik ken het Dat stukje. Ja. Voilà. En ze hoort wat hij wil zeggen. Communicatie. Okay. Ah, wel, ik heb hier nu net een studie. Gehad. Puur door schrift. Ja, ik heb hier nu net een. Godverdomme, je kunt zelfs. Nu dat je het zegt, je hebt het al een paar keer gezegd, maar je kunt inderdaad. Het is ja, echt absoluut. een taal. Nee, sorry. Ja, ja. Het is duidelijk, het is een taal. En ik heb hier nu toevallig een studie van Science Daily. Ah, je, je kent dat wel als je graag Science leest. Uh, ScienceDaily.com. Ik komt constant kei interessant onderzoek op. Hier, uh, ik ga niet alles lezen, maar heel simpel. Um, researchers have long debated whether or not language and music depend on common processes in the mind. Now, researchers have found evidence that the processing of music and language do indeed depend on some of the same brain systems. Mm -hmm. Dus het is niet hetzelfde. Maar er zijn blijkbaar dus wel gelijkenissen in het brein dat die zeggen. Ah ja, muziek, taal. We gaan hetzelfde proces gebruiken. Dus mm -hmm. makes sense. Maar super cool. Sure, want muziek. Ja, en je zou kunnen allee, zeggen allee, dat allee, communicatie... code, dat is nootjes en eentjes. Hè? Dat zijn letterlijk twee. Tik, tik. Uh -huh. Muziek heb je nog eens. Hoeveel noten zijn er? Uh... <laughs> Door geen Dat is zielig, hè? Zeven. Hoor. Zeven noten. Elke ja? ja, zeven noten. Versus één keer tik, tik. Dus ja... Het is sowieso al een betere taal dan borsen. Oké, okay, dit is niet meer interessant meer voor, uh, voor de luisteraars, maar nu dat we toch ineens bezig zijn. Wat, hoe noemt je dat? Eh, want je hebt MR7 en maar zeven noten, en de meesten nu ik begin echt stil aan blind te kunnen tippen. Maar je hebt eigenlijk dezelfde noten, die constant terugkomen, hoger of lager. Ja, dat is waar, Dat ja, is ook ja, voor ja. mij zo dom. Ja. Hoe noemt je dat? Oh <laughs> <laughs> ja, ja okay. ik zoek zo naar shit. Ik ben gewoon muziek aan het proberen te leren spelen, wat ik hier al niet weten, maar nu wel. Dat <laughs> is een toonlafjes, Toon wat dan? Ja, het is gewoon letterlijk dezelfde noot, hoger of lager, punt. Ah, maar daar is geen coole benaming voor? of dit is gewoon, Het is gewoon lager of hoger? Ja. ja oké. Okay. Like, dat is gelijk climax. Like piano. Je hebt toch Ja, to, ik weet uh, het, ja. Ja, nee. daarom dat ik het vroeg, dat Omdat Jawel. ik exact weet waarop je we het hebt. herhaalt zich toch ja, constant. Ja, dat vroeg prototor. toch, hè? Je hebt constant diezelfde zeven noten. Wat wil dat zeggen, als die hoger of lager zijn? Maar het is gewoon dat, blijkbaar. Ja. Oké, okay. <laughs> goed. Je toon ladder Je kunt altijd repetitief, je kunt zo hoog gaan als je wilt. Totdat je het human ear het niet meer kan hogen. Maar zelfs daar. Ja, ja, maar dat is met de frequentie. Maar het is erom. Ik was... Ja, oké. Simpel antwoord. Nee, maar dan denk ik dat ik alles van muziek ken zo. De beest aan. Misschien nog één do. klein ding dat ik wou zeggen, wat ook cool is en we toch eigenlijk wel over het brein bezig zijn. Facebook heeft blijkbaar um, zoiets ontwikkeld Ze zijn ondertussen al mee gestopt. Waarschijnlijk door de controversie of bla bla. Ze hebben nu gezegd. Oh, we gaan een restretch doen in de plaats. Maar bullshit, volgens mij hebben mensen ook privacy complaints. Anyway. Um, en ze staken het chip in je hoofd. En het ding is. Um, eh, binnenkort is de vraag. Wacht, iets, iets uitgebreid. Yes, yes, yes. <laughs> Telepathie. Ja, maar hier kom ik. Okay. Telepathie? <laughs> Telepathie gaat dat mogelijk worden of niet? Eh? Das, das oh, wel, een nee, sh shit, sh chip in het brein. Rustig. Nee. Nee, ga hem rustig doen. Nee, nee. Twijfel eraan, ja, maar Ja, het is een mop. Kom aan, man. Ik ken het al lang. Dus, telepathie. En gaat dat mogelijk worden of niet? Mm -hmm. En dan kun je je vragen stellen: oké, okay, stel dat telepathie door technologieën. Stel dat telepathie mogelijk zou kunnen worden. Hoe gaan we dat directeren in het brein? En stilaan eh, beginnen we meer en meer adept te worden. In eigenlijk te snappen wat er in het brein werkt. En dat eh, te willen gaan vertalen. Mm -hmm. Nu, woorden en zinnen is iets heel complex. We slagen er eigenlijk echt totaal nog niet in. Om te kunnen detecteren wat je brein doet en wat het, het gevolg ervan is. Nu, wat we wel kunnen... Maar worden ze is... niet gewoon irrelevant? Wacht even. Wat we wel kunnen is um, snappen dat taal... hebben we een mond voor nodig en uw tong. Mm -hmm. En dus als ik iets wil zeggen, denkt mijn brein... Hé, hey, we moeten motorisch mm -hmm. mijn kaak en mijn tong en oh, allemaal ja, gaan dus aansturen. Aan en dat kunnen we blijkbaar al wel uh, gaan detecteren. Dus hoe dan wordt ah, ja, gevormd verrond? Cool, hoe dan wordt Dit gevormd is Super wordt? irrelevant, hè? Je tong, je kaak, je mond. Dat is super irrelevant, dan dus dat begint, hè? Ja, ja nee, voilà. wel, dat dus... is die gedachten, hè? En nee, met de ja, gedachten en dan dan wordt zien. vertaald, zal ja. ik zeggen, naar, naar een moto fysieke, motorische uh, uh, het fysieke lichaam. Oké, okay, hoe gaan we dat overbrengen? Ja. Door middel van communicatie, yes. door de vibratie in de stembanden, door de uh, mond, de tong en dit en dat. Yes. Maar dat is allemaal irrelevant. Nee. Jawel, want de boodschap uiteindelijk is omgevormd tot dat. Maar als we de boodschap van boodschap naar boodschap, uh, van uh, sender to receiver, direct kunnen versturen wordt dat irrelevant, yes. want dat is, dat is een omweg. Maar dat was niet het punt dat ik wou maken, met iets te snel. Um, ja, het, is, het is wel dat. De... Nee, 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 100%. Hè. Maar, uh, maar dus, eh, kunnen we gedachten al lezen? Nee. Maar we kunnen dus wel blijkbaar er beter en beter in slagen om uh, te snappen waar die neuronen naartoe gaan als het aankomt op motorische bewegingen. En dat is ook de reden waarom dat we stilaan uh, protheses en de hand al kunnen bewegen. Ja, nog ja, niet volledig, ja. maar ook nog een beetje. Omdat we echt wel motorische neuronen goed beginnen te snappen. En Facebook heeft dus een chip ontwikkeld die eigenlijk die motorische neuronen kon uh, lezen... En die effectief is dus als je iets dacht, ja eigenlijk je uw gedachten zeg maar, eh, perfect op een scherm kon weergeven. Hè. Dus als ik nu in iets denk, dan kon ik daar eh, mijn zin lezen die gevormd werd. Um, nu, ze konden het, eh, het is natuurlijk heel jong allemaal, ze konden het maar met honderd woorden. Uh, maar ja, je weet altijd, het moeilijkste is te ontwikkelen en daarna is het gewoon in ja, proeven en dat yeah, gaat snel. Keulig, um, en ze zijn er nu mee gestopt, maar daar waren ze wel effectief in geslaagd. En eigenlijk wel fenomenaal, want als we inderdaad nu al ö, 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 een, een mini, een, een klein. Een klein proeverje hebben van technologie die erin zou kunnen slagen om communicatie zonder een fysiek verschijnsel mogelijk te maken, is dat wel fenomenaal. En dat begint natuurlijk bij mensen hè, die zo quadrilep, quadrilep, Ik heb dat wel eens geprobeerd in de podcast, dat woord uitspreken is dan ook niet gelukt. Quadrillep <laughs> Als je balans hebt, ja, Ja, Dan gaan we daar weer starten, maar mm -hmm. inderdaad. En wat is weer het einde? En zo interessant, want ik weet niet wat het, ik weet niet wat het potentieel het is, is, maar het, is het, ver. het brein weer. Ze willen Het is weer al het brein dan weer een tikkeltje verder snappen. Hè? Mm -hmm. En nogmaals, ik bedoel, het is nog steeds een doos vol magie, maar toch weer een mooi Een tikkeltje meer dan we snapten. Sowieso, sowieso het is een stap dichter. Maar was er een specifieke reden waarom dat ze er zijn mee gestopt? Want uiteindelijk wel een beetje blijkt dat Controverse op of, wat, wat dan. En dan, nee, het ding is, ze hebben gezegd, dat is niet prioritair, we gaan naar een wristband gaan. Maar ik ben er zeker... Dus dat was gewoon ding. Het is niet prioritair... Een wristband van wat? Ja, over andere dingen te doen. En saai, alleszins. Fuck een wristband. Er zijn ook wristbands. Okay, technologie maar... overkomt. Elon Musk, ik hoop dat over. <laughs> ja. Go for it, boy. Ja, eigenlijk, Neuralink Toch? zou er veel mee zijn. Uh, nee, nee, zeker. Maar dus, mijn gevoel zegt van, ja, waarschijnlijk kregen ze al direct op privacy-backlash. Want het ding is, ik las eerst één artikel van, hè, ze mm -hmm. kunnen het, twee dagen later... Uh, laat ik ineens artikel uit is geschrapt. Wat de fuck? Dus het kan toeval zijn, maar zo is het nieuws mij binnengekomen. Ja, maar, laat me uh, dus niet verbazen. Uh, Facebook heeft niet de meest Ja, positieve. maar laat je fucking feedback. Ay, zolang dat je het niet commercialiseert en het gewoon onderzoek is. Ja, maar het was ook te commercialiseren natuurlijk. Ja, ja. ja absoluut. Maar toe cool. onderzoek. He? He? <s> toe onderzoek Tuurlijk. Het blijft doorgaan. He? Uh, nee, maar super interessant. Ja, ik vind dat gewoon mega boeiend. Ja. Um, ja. Uiteindelijk ook wel zoiets. Heb je eigenlijk een plicht om bepaalde dingen naar buiten te brengen? Bijvoorbeeld, letterlijk, de plicht van indien je met buitenaards wezen in contact komt, ben je verplicht om dit te melden. 100% niet. Zoiets. Hey. Hè? De ontwikkeling van, letterlijk, ik kan, mijn, ik kan gedachten lezen. Oh, ja. Super, we gaan richting superpowers een beetje, hè? Super, met... een beetje sci-fi. Maar uh, door onderzoeken en door alles te doen ja, wat ja. Facebook doet, en letterlijk komt op dat dat je effectief dat allemaal kunt doen. Heb je hebt geen verplichting om zoiets te melden? 100% niet, want um, het die... en moet dat er zijn. Wacht, um, dat is een goede vraag. Maar het ding is, je moet gewoon denken. Er zijn vandaag patenten. Dus zodra je iemand zegt, oh fuck, niemand mag dit weten, zeggen ze, oké, okay, ik zat online, langs met, maar van mij. <laughs> dus er is sowieso geen plicht om, uh, om dat te zeggen. Um, maar moet dat er oh, zijn? Het, het probleem is met die vraag is van Wanneer, ja. wanneer is iets de drempel van... Nu moet het zeggen of ja, niet. Het is altijd en, iets nieuws. En dat is heel dus anti-commercieel. Het is ook heel anticommercieel. Ja. Maar dat is wel het, grappig. Dat is, is een goede vraag, want met corona komt eigenlijk die vraag naar boven. Hè. Die patenten mm. van corona, uh, vaccins, sorry. Willen ze afschaffen of mm -hmm. niet? Mm -hmm. uh, mijn eerste reactie was eigenlijk van... Laat het bedrijf doen. Maar nu, pharma is echt nu toevallig wel een sector die sowieso al... Ja, het is sowieso... Er ja, komen sowieso wel wat vragen bij. bij de maar beste is het beste antwoord in het midden is van... Uh, patent, nee. Commissie, ja. Want het, eh, het uh, vooropgestelde doel is de gezondheid van alle inwoners van de wereld. Mm -hmm. Dus laten we daar optimaal naartoe streven. Maar laten we uh, degene dat eerst was zeker niet benadeeld zijn door uh, alles wat zijn onderzoek is. Uh, te delen ja. met zijn concurrentie. Maar dan zouden we griepvaccins vanaf nu ook uh, niet meer commercialiseren. Dus waar ligt dan ook weer een drempel? Dus daarom dat ik denk dat het niet gaat gebeuren, want precedent ja. dat ze zetten dat het te gevaarlijk is voor commerciële bedrijven, en Pharma heeft te veel geld. Dat is gewoon de realiteit. Ja, maar dat is, dat is weer zo, kapitaal staat eerst. En moet kapitaal eerst staan. En dat is een heel goede vraag. En um, ik denk, ja. je kunt dat niet zomaar wijzigen, maar die vraag gaat wel... En dat is nee. hetzelfde met die privébedrijven, hè, waarover dat die big tech, die hun eigen regels kiezen. Eigenlijk komt het allemaal zo wat hè? samen. Hè. Ja. Exact. Het is, uh, godverdomme, full circle. Of, uh. ja. voilà. We zijn rond. Gaan we eindigen op een vraag als mop okay. om met mensen met een vraag te laten zitten okay. zodat ze dan gek worden. <lacht> <lacht> dat was een goed statement. Ja. <laughs> okay. Goed. Uh, ludieke vraag? Of... Nee, ik wil er echt wel één stellen. Ze ah, nee, is gesteld, hè? Ah, dat was okay. die van: moeten big tech en pharma gereguleerd worden of niet? En tot waar en waarom moeten die onderscheiden worden van anderen? Wat is de drempel je en je hoe uitzicht dat dan? Is dat samen in ja. één vraag? Nee, dat ja. was hem. Ik wil mensen echt laten met een psychose. Oké. Okay. <laughs> Bij deze, boys, girls, See you next week. Bye bye.